Goedemiddag, dit is de OM3 JVB. Die gaat proberen de koningsronde van 2016 te leiden. Ik heb er wel over nagedacht. In gevolg van de paasronde wil ik het ongeveer hetzelfde gaan doen. Dus drie rondjes van vijf inmelders achter elkaar. Dan één keer even aandacht voor de Echolink-gebruikers. En ook luisteramateurs die kunnen mij mailen naar on3jvb@gmail.com. En die zal ik dan vermelden. Dus oké. Het is een hele eer, want ik geloof dat er nog nooit een koningsronde is geweest. Dus ik ben benieuwd wat er te gebeuren staat. Aan de inmelders dan. Als ik de eerste ben hoor, ben ik die Jurgen van Pedder 3 AF Mobiel. Ik ben bijna thuis, over. Nou, dan doe ik het maar. Papa Echo 1 Radio, Mexico, November, PE1 RMN. Oké, dan waren er vijf. Papa Delta 3 EEF, Papa Echo 1 RMN, Papa Echo 1 ORP, Papa Echo 0 RIG en Papa Alpha 3 HG. HG en dan mis ik wat. De Lima Sierra, mobiel. De Lima Zoom. De volgende ronde. Delta 0 Golf. Dan is redelijk wat dubbel. De Ion die heb ik vernomen. De rest eigenlijk zaten dubbel. Dus we doen het rondje even opnieuw. PD2ND. PD4 Opa. Papa Delta 0 Golf. Alpha 1 Lima Sierra. Oké, daar zijn bijgekomen dus Papa Delta 2 Mike Delta. Papa Delta 4 Alpha. Papa Delta 0 Golf. En Papa 1 Lima Sierra. Dan was ik nog even benieuwd of er toevallig inmelders zijn die buiten ergens wandelen. Misschien even de mic naar die stations. Dan gaan we nog even door met reguliere inmelders. Golf Lima, mobiel. Papa Delta 3, Golf Lima, mobiel. Verder niemand meer gehoord. Ik weet niet of er mensen zijn die toevallig een leuk verhaaltje hebben. In principe mag ik niet praten over het Koningshuis, maar daar weet ik dus niet of dat gaat over het Belgische Koningshuis of over alle Koningshuizen. Ik weet niet of iemand mij dat kan vertellen. Alpha 5, Romeo Oscar Bravo. Gefeliciteerd met Koning Bier. Hoe oud is hij geworden? Nou, nog net geen 50, geloof ik. Jij weer de microfoon. Leuk idee hier rond, Jurgen. Ben je 5 roepen. Oké, Papa Delta 5, ROB en Papa Delta 1, JLZ. Hoe oud is hij geworden? Volgend jaar wordt het grootfeest, want dan wordt hij 50. Dus dan dan zullen we waarschijnlijk ook weer een koningsronde gaan doen. Willem, Alexander, Klaus, George, Ferdinand, koning der Nederlanden. Prins van Oranje, Nassau, jonkheer van Amsbergen, heb ik zo gevonden. De dochters, Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria, prinses van Oranje. En dan Alexia en Ariane, dat zijn ze kinderen. Ja. De beste koning is geboren op 2 mei 1967. Daar kan ik er even over vertellen. En dus vandaag wordt zijn verjaardag gevierd met de Koningsdag, vroeger Koninginnedag. Goed, we laten de mic eens even los voor inmelders via de Echolink. Oké, weinig Echolink gebruikers. Hoewel ik het toch wel op mijn scherm zie. Dan wou ik Bas Mes even welkom heten. Die zijn eigen inmeldt via internet. De volgende is dan Willem-Jan van der Linden. Ook ingemeld via de mail, sorry. En dan Charles uit Kerkrade. Dus die zijn ingemeld via de mail. Goed, eens even zien of er nog meerdere inmelders zijn. Dit is ON3JVB. Goedemiddag, Eef. Zie je ze nog steeds vliegen? Ondergaande, dus ik hou even mijn mond dicht als je het erg vindt. Goedemiddag. Is ronde. Dat vind ik wel vreemd. Eef, gehoord. Ik ben thuis. Even kijken. We hebben nog een inmelder via internet. Alex Prins. Goedemiddag. Even kijken. Zijn er eventueel nog inmelders voor de Koningsronde? Twee, Whisky, Rome, Delta. Luistert voor nog meer inmelders voor de Koningsronde. Sensielijn?
Papa Alpha 2. Tango Alpha, volgens mij. Nou, dat was denk ik Papa Alpha 2. Bravo Tango Alpha. Papa Alpha 2. Bravo Tango Alpha. Voor de presentielijst. Alpha 2. Bravo Tango Alpha. Geweldig. Welkom. Wie heeft dit bericht goed verstaan? Want ik heb het maar half genomen, over. De presentielijst voor de presentielijst was, Jurgen. En dat ze meeluistert met jou met die ronde. Goed. Even kijken of er nog inmelders zijn. Delta 2, Echo Mike Charlie. Delta 2, Echo Charlie. Is dit correct? Papa Delta 2, Echo Mike Charlie. Oké, Papa Alpha, of Papa Delta 2, EMC, gehoord. Correct. PD 2, EMC. Alles, maar ik kan er niks van maken. Even kijken. Misschien eventjes de ruimte voor eventuele Echolink-inmelders. Dit is ON3JVB. Met de koningsronde van 2016. Echolink-gebruikers. Even kijken. Ik heb nog wel eventueel wat leuke weetjes nog over het koningshuis zelf. Moet ik eventjes wat terugbladeren. Maar we hebben twee bijnamen gevonden van onze koning. En eentje daarvan, die is Bertha 38. Waar dat vandaan komt, dat weet ik niet. En dan ook nog gewoon Willy. Ja, gewoon Willy. Ook een leuke naam. Overigens, onze Willem Lex heeft, even kijken, dan moet ik even gaan rekenen zelfs, even denken, 3, 6, 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 oei, ik moet even rekenen, maar we komen er wel uit. Goed, eventueel nog inmelders voor de koningsronde. APJ Portabel. Goeiedag. Vraag je Piet, waar wandel jij nou ergens? Op de Vlooienmarkt. Ja, op een brug weer. Ik loop weer op mijn naam. Maar ja, prima joh. Maar het is weer lekker zonnig op het moment. Een heel klein buitje regen hebben gehad. Veel plezier nog daar. Mocht je wat spannende dingen ontdekken, dan laat maar even weten. Hè. Goed, het is ON3JVB. Eventueel nog inmelders. Hoi Gerald, goedemiddag Gerald. Ja, is het inmiddels middag? Ja. PD2 HPJ Portabel. PD2 HPE Portabel. Je mag niet liegen, hè, op de band. Ik ben ook door die bui gegaan en ik ben door en door nat. Dus het was niet een buitje, maar een flinke bui. AI. Piet, het allerbeste, fijne middag en tot een volgende keer. En ook Jurgen, allerbeste Jurgen. Maar dat jij als Belgisch inwoner vrij maakt, vrij hebt, vrij genomen hebt. Het is toch wat van PA3BRG. Ja, PA3BRG, dankjewel hè. Ja, ik mag in België wonen, maar ik heb natuurlijk altijd nog een Nederlands paspoort. Hè, dus eigenlijk een beetje vandaar hè, dat het voor mij ook Koningsdag is natuurlijk. Goed, ik heb hier nog een inmelder, Fred de Kok. Via de mail. Goeiedag Fred. En welkom. Staat genoteerd. Goed, even kijken of er nog andere inmelders zijn. Is er ON3JVB met de koningsronde van 2016. Welkom. En ben jij thuis of ben jij mobiel over? Oh, Papa Alpha 1 Golf Mike niet retour. Goed, zijn er nog inmelders voor de koningsronde? Dit is ON3JVB. Bravo 3, Bravo November X-ray. Goeiedag. Ja, u bent ook gehoord. U staat op de lijst. Papa Alpha 3, gehoord en verbeterd. Papa Alpha 3, Bravo November X-ray. Genoteerd. Nog meer inmelders voor de ronde. Papa Echo 1, Hotel Bravo. SD, Papa Delta 0, Romeo Sierra Delta vanuit Groningen. Het laatste station niet gehoord. Wel de Papa Delta 0, Romeo Sierra Delta vanuit Groningen. Dit is ON3JVB. Nummer 8, Cornelis. 8, Cornelis, over. Anton een Delta geworden, Jurgen. Delta, over. Nou snap ik het even niet meer. Kun je je call nog eens helemaal herhalen? Ja, hij vindt het vervelend dat je een Delta voor een Alpha verandert. Dat vindt hij niet leuk.
Nee, dat begrijp ik. Dat kan ik helemaal begrijpen. Papa Alpha 8 Charlie. Goed, ON3 JVB aan deze kant. Papa Alpha 8 Charlie. Correct en tevens juist, hè, van Papa Alpha 8 Charlie. Ik denk eens even kijken of jouw spellingsalfabet ook in het Nederlands correct is, hij. PA8C mobiel, onderweg naar huis vanuit Woerden, dus vandaar. Jurgen, dank voor de ronde. Zet mij op de presentielijst, dan ben ik er ook bij, van PA8C mobiel. Oké, Papa 8 Charlie mobiel, u bent genoteerd. Zijn er nog meer inmelders voor deze ronde? Dus ON3EVB met de Koningsronde 2016. Papa Delta 2 Romeo Kilo Golf. Oscar November 7, Julian Vermaat Kilo. Papa Delta 2, denk ik. Romeo Kilo Golf. Je prefix heb ik niet helemaal goed, denk ik. En Oscar November 7, Juliet. Het laatste gedeelte van jou heb ik niet goed. Dus eerst eventjes aan de Romeo Kilo Golf en daarna even naar het ON7 station. Goedemiddag Jurgen, dit is Papa Delta 2 Romeo Kilo Golf, PD2 RKG. Portabel hier zo vanuit het midden van het land. Jurgen, ik hoorde jou gisteravond, uiteraard heb ik het even meegehoord, dat de ronde geboren werd, zeg maar. En ja, je bent hem gelijk aan het invullen, perfect hè, ik vind dat echt heel leuk. Leuk dat je je zo hebt laten overhalen hiertoe. Hè? In ieder geval perfect. Schrijf me op de lijst. En ik wens je nog een mooie ronde toe. Oscar November 3, Juliet, Victor, Bravo, Jurgen. Dit is PD2 RKG, portabel. En de operatornaam is René, Romeo Echo, November Echo, over. Ja, René, dankjewel. Hè. Ik was het eigenlijk helemaal niet van plan om te doen. Maar ja, vooruit. Er werd zo op aangedrongen. Dus heb ik dan de pet toch maar opgezet. Goed, ON7 station, de mic is aan u. 3JVB, ON3, Jurgen van Breda, of Jurgen van Brunsum, of Jurgen van Brabant, dat weet ik niet. Hier ON7, Juliet, Victor, Papa, Jan van Foeken, namens Jan, opgeruid en Foeken, dus vandaar ON7, Juliet, Victor, Papa. Ja, dankjewel Jan, ja, de JVB, dat is Jurgen van den Broek, hè. Ja, gelukkig mocht ik zelf die call kiezen, en heb ik die dan maar gepakt, hè. Goed, zijn er nog inmelders voor de Koningsronde 2016? Papa Delta 4, Delta Alpha Mike, roepnaam Dennis. Ik laat de mic nog even los voor eventuele inmelders. Goedemorgen, Papa Echo 1, als ik me niet vergist heb, Mike Victor Sierra, is dit correct? 1, Mike Victor Sierra, is dit correct? Via de Echo Link. Goed, even kijken, misschien zitten er nog meer mensen in via de Echo Link. Zullen we even een kiertje laten, zoals we daar hier zo mooi kunnen zeggen. November 4, Foxtrot Romeo Alpha Foxtrot. Was dat Oscar November 4, Foxtrot Radio Alpha? Klopt dit? Dat denk ik hier even portabel. Ja, ik was even ontmeld met het direct vandoor, hè, dus ik ben wel even inmelden. Frank, aardig dat je even inmeldt. ik hoor je zo weinig de laatste tijd. Meestal heb ik de NOK wel bijstaan, hè, dus waarschijnlijk tot spoedig. Goed, Oscar November 3, Juliet Victor Bravo, voor eventueel nog inmelders voor de Koningsronde. Papa Delta 3, Mike Romeo, gehoord. Perfect. Wie is er nog? Papa Delta 0, Mike Romeo, gehoord. Grappig, Papa Delta 3, Mike Romeo en Papa Delta 0, Mike Romeo. Ja, ja. Je mag het me inderdaad lastig maken, is geen probleem. Gebeurt me wel vaker, over. Nou, Michiel onthoudt, dan komt het vanzelf allemaal wel goed, hè. Dus dat er nog wel meer zijn met andere cijfertjes. Ik heb nooit gepretendeerd dat ik de enige MR ben. Nee, absoluut niet. Maar desalniettemin, leuk dat je de ronde luistert, leidt en ik luister mee met deze koningsronde. Ronde over de vrouw van onze koning. Dat is de oudste dochter van George Georgeta, geboren 17 mei 1971 te Buenos Aires. En die ontmoette onze koning in Sevilla, in Spanje, in april in 1999. Dat eventjes over zijn vrouw. Goed, dan gaan we nog eens even kijken of er nog meer inmelders zijn. ON3EVB, Papa Delta 5, Papa, gehoord. Dankjewel. Even kijken of er nog inmelders zijn via
de mail. Ah, Fred Veldkamp. Die zit naast Fred de Kok en meldt zijn eigen ook. Leuk, Fred. en Fred. Grappig. Goed, even kijken of er nog in melders zijn. Papa Delta 0, Papa Yankee Lima. Ook gehoord. Geweldig. Goed, eens even zien wie er nog allemaal zijn. Papa Echo 1, Alpha Bravo Lima. Fred is deze kant. Jurgen, succes. Ja, oké. Okay. Even kijken of ik het goed genoteerd heb. Papa Echo 1, Papa Alpha Lima. Klopt dit? Nee, correction. Nee. Papa Echo 1, Alpha Bravo Lima. Fred is de naam deze kant. Oké, okay, Papa Al Echo 1, Alpha Bravo Lima. Dat zou correct moeten zijn. Goed. Even kijken. Zijn er nog inmelders voor de Koningsronde 2016? Nog een Papa Echo 1 Mike. Gehoord. Welkom in deze ronde. Trouwens aan iedereen. Ik heb inmiddels toch al redelijk wat inmelders, moet ik zeggen. Dat valt me niet tegen. Ik dacht in het begin dat het rondje misschien na 10 minuten wel gedaan zou kunnen zijn. AI. Maar dat is blijkbaar dus niet. Goed. ON3JVB voor nog meer inmelders. 4 Delta Juliet Oscar. Juliet Oscar. Dankjewel voor het inmelden. Ik heb nog een inmelder via internet en dat is Ad de Ruiter. Goeiedag Ad en dankjewel voor het inmelden. Dit is ON3JVB, die luistert. Ik zie wat gebeuren op de NOS, maar ik hoor maar niks. Dus ik weet niet of er misschien inmelders zijn. Via de echolink. Dat denk ik nou niet. Maar ik zal de mic nog even loslaten. Ja, ik ben nu een portable SP1 Dion. Ik ben 3JVB vanuit België. Charles Kerkrade meldt zijn eigen ook in. Ik ben nu een portable SP1 Dion. Hoi, PE1 Ion. Gelmer, goedemiddag. Leuk jou te horen. Portabel. Ik neem aan dat je ergens door een stad zwerft dan, Gelmer, klopt dat? Moment, hè. Ik heb gestoorde diensten de hele dag, dus... en ik meld hem ook in mobiel net, hè. Dus leuk dat je die honden toch gestart bent. Ja, anders hadden we je opgehangen, hè. Hey, veel succes. Ja, ik had vanmorgen al zo rap in de vluchten iets opgevangen dat ik... geëxecuteerd zou worden dan, hè. Ik geloof dat één Rienus het daarover gesproken heeft. Dus ik denk, ik zal toch maar starten, hè. Ja, ja. Nee, geen enkel probleem. Ja, het blijkt nog een succes te worden ook. Dus ON3JVB, die luistert naar inmelders. Ik had de guillotine al klaargelegd en het mes geschept, Jurgen. Want oei, nou wordt er toch wel iets van mij verwacht. Maar ik vind het een hele eer om te doen, want... ik denk dat er in ieder geval in Nederland nog nooit een koningsronde is geweest. Want bij mij weten kan dat helemaal niet. Ik weet niet of iemand daar iets voor kan vertellen. Maar de laatste koning die we hebben gehad, dat is toch alweer eventjes geleden. Over. PD2MD uit Groningen. De naam is Jan, jullie al van november. Voor degenen die mij nog niet kennen, ja. Ja, ik zal vanavond Willem-Alexander wel even bellen. Misschien moet hij ook maar eens even met Novus beginnen. Ja, ik heb geen flauw idee of die iets hebben van papieren. Ik weet trouwens ook niet of er in het Koningshuis zendamateurs hebben gezeten in Nederland. Hè? Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet of iemand dat weet. Misschien John, de Echo Tango Echo, dat die dat misschien wel kan weten. Ja, Prins Maurits. Die is nog een tijdje piraat geweest ook, bij jou op. Ik zei Prins Maurits... Die is al een, ik weet niet of die centamateur geworden is, maar die is wel een tijdje piraat geweest bij A5ROB. Gingen jullie van Prins Bernhard dan? Nee, geen officiële. Ik heb het over een registratiehouder, hè? Van PD3EF. Er is niet eentje geregistreerd geweest of geregistreerd. Er zijn wel wat activiteiten geweest, dat klopt. Dat klopt, dat is een bus wat ik hoorde van Prins Maurits. Van Engeland, dat schijnt wel een officiële centamateur geweest te zijn, hoor. Ons koningshuis natuurlijk, hè. De dames zijn natuurlijk helemaal geen zendamatrices geweest. Dat mag ik niet zeggen, zendamateurs. Die snappen dat ook helemaal niet, hè. Fietsmobiel.
Ik zat dubbel, denk ik. Maar goed, ik heb de mic dan maar weer. Goed, nee, ik vind af en toe ook wel een pauze laten voor leuke babbeltjes natuurlijk, hè. Toch interessant te weten, hè, dat van die Prins Maurits, hè. Ik zie het al gebeuren, zegt dat de radiocontroledienst in één keer staat voor het loo en daar een grote antenne ziet staan. Ja, wat ga je dan doen? Jongens, zie je het gebeuren? Ding dong, hallo, het AT, mogen we binnenkomen? Hai. Ik zeg één woord van twee woorden. Diplomatieke onschendbaarheid. Ja, dat geloof ik ook dat zo wel zou zijn. Goed, maar we gaan nog eens even verder met de ronde. Dit is ON3JVB. Voor inmelders voor de Koningsronde 2016. Het Papa-station en dan was het alleen nog maar galm. Over. Papa Alpha 3 Hotel Delta Golf. A3 Hotel Delta Golf gehoord, maar er zat nog een station. Papa Delta 2 India Whisky. Oké, Papa Delta 2 India Whisky ook genoteerd. Zijn er nog inmelders? Victor Oscar, portabel in het QRL. Ach Jan, ook gehoord, maar ik heb je call niet. Of had ik die al? Over. Ja, en een andere stond was een station met PD2 IW India Whisky. Ja, oké. Okay. PD2 MD. Jan, ik had je even je stem niet herkend. Wat ik trouwens eventjes rap lees via internet, is dat luisteramateur John ook QRV is. Dan is dat ook weer gemeld. ON3 JVB hier. Alpha 3 Delta Oscar Echo. Oscar Echo, u staat genoteerd. PSO, Papa Alpha 3, Papa Sierra Lima. Ach, Papa Alpha 3, Papa Sierra Lima. Ook u bent erbij. Nog eens even een kiertje voor eventuele Echolink-inmelders. Ik weet niet of die er zijn, maar dit is ON3 JVB. Met de Koningsronde 2016. Papa Echo 7 Tango Golf. Echo 7 Tango Golf. Maar even luisteren, even een kiertje voor eventuele Echolink-inmelders. ON3 JVB. Dus dan gaan we weer door met de reguliere ronde. Ik zou ze nog moeten laten maken. Dus dat ga ik zeker laten doen, maar voorlopig heb ik er nog geen. Dat is even jammer, hè? Ja, maar ik ga gauw regelen, want anders doe ik niet mee, hoor. Oké, PA3 MET, ik heb je toch opgeschreven. Hai. Stuur hem gewoon een algemeen dagblad. Dan kunnen we hem allemaal lekker zelf uitknippen, heb je hem ook, hè? Hai. Ja, oké. Okay. Ik heb eigenlijk wel iets te zeggen, Jurgen, dat kan over. Ja, natuurlijk, dat mag. Geen probleem, de mic aan jou. Dankjewel, goedemiddag allemaal. Dit is PD2MD, Papa Delta 2, Mike Delta uit Groningen. Namens Jan, jullie het al van november. Nou, ik vind het initiatief heel leuk van jou, Jurgen. Maar zoals je weet, en de meesten wel weten, is er weer een hele discussie op gang gekomen over het Koningshuis. En over wat er allemaal kost en al die dingen meer. Ik ga er verder ook niet op in. Maar ik heb als alternatief voor het Koningshuis 2 jaar geleden ook al eens een keer iets anders gezien, een andere berekening. En er is wat het kost als wij geen Koningshuis hebben, maar een president. Dus vandaar. Die discussie ga ik ook verder niet aan. Het is ook niet om een discussie uit te lokken. Dat ben ik helemaal niet van plan. Ik ben in ieder geval blij met het Koningshuis en ik vind dat Willem-Alexander het hartstikke goed doet. En bij deze feliciteer ik hem met zijn verjaardag en wens hem nog heel veel jaren in gezondheid toe. En zijn vrouw en kinderen ook. Jurgen, ga je aan? Op televisie gezien. En het schijnt dat het nog geen 3 euro per inwoner van Nederland kost om het Koningshuis te laten draaien. Hè? Dus ja, voor die 3 euro per persoon zou ik het niet af willen schaffen. Maar goed, laten we die discussie niet starten, want er zijn natuurlijk altijd mensen die het daar niet mee eens zijn. Maar goed, dat wou ik even zeggen. Goed, dan ga ik nog even luisteren naar inmelders voor de Koningsronde 2016 van de ON3 JVB. Je zegt wel af en toe van dat een luisteraar zich eigen inmeldt bij jou. Maar ik heb je dat nog niet horen noemen of zo, hè? Misschien zijn er wel meer luisteraars die zich niet op deze manier kunnen melden, maar dat ze jou gewoon een berichtje kunnen sturen, hè? Maar je hebt het nog niet vermeld, Jurgen. En dan, ik heb me ingemeld, begin. Ja, moet ik het zeggen. Maar je geeft nooit meer de microfoon
retour naar de persoon, hè. Je maakt een lijstje, maar voor de rest heb je helemaal geen gegevens meer van dat persoon. Microfoon retour, Jurgen. ON3JVB van PD0G. De naam is trouwens Gerton. Golf Echo Romeo Tango Oscar November. QTA Amersfoort. Jurgen, voor jou het microfoon. Ja, inderdaad. Ik heb mijn e-mail nog niet herhaald. Dat is ON3JVB@gmail.com. En inderdaad, ik zal ook proberen de mic wel vaker terug te geven aan de personen die dreigen inmelden. Het zou leuk zijn als die personen dan ook iets leuks kunnen vertellen. Goed, dat gaan we doen. Het is voor mij ook vrij nieuw om een ronde te leiden. Dit is mijn eerste waarschijnlijk. Dus ja, een beetje zenuwen telt misschien mee. Ik weet het niet, maar goed. Goed, dan zullen we nog eens luisteren of er inmelders zijn. Dit is ON3JVB. Hey, even van hoe dat ik over de repeater overkom. Klopt, het is 25 punten kom je binnen op Breda. ON4FRA, ON3JVB. Wacht even, ze hebben niet goed begrepen eigenlijk. Hoe sterk is het over Breda? Maar in principe moet dat voldoende zijn, denk ik. Ik ben verstaanbaar schrijf, of wat? Dank, geen probleem. Dus goed. Bas Mes meldt zijn eigen nog eens een keer in voor de Koningsronde van 2016. Ik weet niet of er nog personen zijn die eventueel iets leuks te melden hebben over, over het Koningshuis. Anders hoor ik dat graag. Daar ga ik nog even op luisteren voor inmeldende amateurs. Dus ON3JVB. Goedemorgen Jurgen van de PD1HPB. Ik zijn er ook, maar die ga ik niet melden. Wauw, wat positief. Die Maxima is mooi, hè? Ja, dat is positief. P1HPB, luister weer mee. 1HPB. Ja, dat is ze zeker, hè? Dat hebt onze koning goed gedaan. En nee, de negatieve dingen gaan we vandaag niet zeggen, hè? Het is een feestje, dus daar gaan we zo houden natuurlijk. Anders nog eens hebben we over een auto in de Leidse Gracht of zo. Nee, dat gaan we niet doen. We kijken gewoon naar zijn vrouw en dan gaat het helemaal goed komen. Ja, prima. Microfoon retour. Ja, dankjewel hè. Goed. Even kijken. Wat kunnen we nog meer melden? Ja, ik vind wel dat ze ontzettend lange namen hebben, hè, die mensen van het Koningshuis, hè. Vol. Als je daar toch iedere keer je handtekening mee moet gaan zetten, dan mogen ze het hebben van mij. Ja, dat is... PD7JT. Natuurlijk die ze... Hey hoor, het is gewoon Max en Willy. Ik zal de mic nog eens even loslaten. Kijken of er inmelders zijn of mensen die iets leuks te melden hebben, dan hoor ik dat graag. Dat ze ook belasting betalen. PD7JT. Dat PD2JP, is dit correct? JT vanuit Kaatsheuvel, Efteling. Op 60 meter hoogte, Roger. Ah, leuk. Sta je in de pagoda? Vraagteken. Dus ON3JVB. Dat klopt, ik zit in de pagode, hè. Ja, ik zeg wel, maar ik weet niet precies hoe hoog die is, hè. Maar volgens mij is die hoger, hè. Ik weet het niet, maar je komt in ieder geval goed binnen. Zowel Breda als op Eindhoven en IJsselstein. Dus dat is wel grappig, ja. Ik ben zelf afgelopen weekend in de toren geweest van het dorpje... Hoe noemt dat dan? Hoogstraten in de kerktoren. En die is 70 of 80 meter. En daar had ik toch ook goede resultaten, moet ik zeggen. Ik wist alleen niet hoe snel ik weer naar beneden moest. Want ik steek de moord van de hoogtevrees, Heidi. PD7JT retour met een kleine kier. Ja, op het ogenblik zijn we weer, hè, met dat ding. Dus dan zou je waarschijnlijk wel zien dat het signaaltje waarschijnlijk steeds minder wordt. Over. Het valt nog mee. Ik zie het niet omlaag lopen. Ja. Misschien nog even de mic retour naar jou. Kijken of het nog lukt. PD7JP. Juliet Tango, hè. En aan deze kant is het Jan, hè. Juliet Alfa November. En we zijn nou bijna weer op de grond, hè. Nog een metertje of 4-5. Roger? Ja, oké, Roger. Het is toch altijd nog goed te doen, dus geen probleem. Ik wens jou in ieder geval een fijne dag in de Efteling vandaag. Ik weet niet of het er druk is, maar dat neem ik aan van wel. Ik ben er zelf vroeger ook vaak geweest, moet ik zeggen. En altijd leuk, hè, zo'n dagje uit de Efteling. Ja, voor iedereen aan te raden. Goed, ga ik nog even luisteren naar eventuele inmelders. Dit is ON3JVB met de Koningsronde van 2016. BA0LWZ.
Dit is PA0. HPB, Peter, Papa Echo, Tango Echo, Romeo. Papa Echo station, jou heb ik niet goed gehoord. Louise, de mic zo meteen naar jou. Maar eerst even kijken, het Papa Echo station, de call sign over. Volgens mij kijk je op QOV vanuit Puiflijk. Alpha 0 LWZ geven aan onze Louise. Louise, vertel het maar. Wat wil je vertellen? Ik wens alle mensen... Ik kan alle mensen feliciteren met de verjaardag van onze koning. Maar veel meer heb ik niet te vertellen hoor. Go ahead. Ja, oké, Louise. Nee, ik denk misschien dat jij nog wel iets leuk verhaaltje over het koningshuis kent van vroeger misschien. Iets wat de meeste luisteramateurs misschien niet weten. Louise, misschien weet je nog iets. Heel eventjes nog de mic naar jou. Zullen er echt wel geweest zijn, maar ik weet ze niet meer hoor. Ik kan niks vertellen. En mijn mogelijkheid als gratte kaas maakt het ook niet zo makkelijk meer. Oké, dus die gratte kaas, dat zijn de gaten in mijn hersens, hè. Go ahead. De hoogte, maar dat is geen probleem, hè. Goed, dan ga ik nog eens even luisteren, want er zat een Papa Alpha 0 Foxtrot Mike Yankee zat erin en dan een Papa Echo station, die ik niet heb kunnen horen. Althans wel heb kunnen horen, maar niet goed heb kunnen opschrijven. Dus eventjes graag nog dat Papa Echo station daar zijn eigen net inmelden. Oké, niet gehoord. Dan Papa Alpha 0 Foxtrot Mike Yankee volgens mij, die melden zijn eigen in. Klopt dit? Yankee, vanuit de Puifluik. Bij de groeten in de buurt. En vanmorgen al een slag gemaakt voor de elektronische tijdmeting. Met de zeepjes er is. Ja, ik heb twee van die camera's met infraroodstralen. Die dan de start en de finish activeren. En dat is een scorebord met grote leds. Waarop dan de tijd van de race op komt te staan. Dus het is nou gewoon even wachten tot het 2 uur wordt. Ja, dan kunnen we beginnen. Dus op dit moment schijnt de zon een beetje. De mensen hebben het wel koud. Hier beneden staat een horecastent en die kankeren voortdurend totdat ze niks verkopen. Nou, boven hebben ze dan wel het horecaplein. Ja, daar jagen ze de mensen weg met harde muziek. Dus het is toch niet altijd leuk. Maar goed, er schijnt er wel belangstelling te zijn. Nou, even retour, PNO Fox, mijn Yankee vanuit Puiflijk. Ja, ik begreep dat je iets met tijdmetingen opgesteld had voor de een of andere wedstrijd, neem ik aan. Ja, leuk. Goed. Ik heb nog 2 inmeldingen op internet. Dat is een luisteramateur Martijn met het nummer NL13775. En Ruud Leibrand meldt zijn eigen ook in. Erg leuk en welkom in deze ronde ook. Luisteramateur NL13775. Ik wist niet. Bestaat er nog in Nederland een luistervergunning over? Kan iemand mij dat vertellen? Even misschien. Deeltje binnen van een luisteramateur met een nummer NL13775 van Martijn. Weet jij dat? Bestaat er nog zoiets als een luistervergunning in Nederland? Nee, bekend, maar ik weet niet alles. Maar zover het mij bekend is er geen luistervergunning over. Je kunt je wel inschrijven met een luisternummer. Maar dat is vrijwillig. En maar dan krijg je een luisternummer, zoals dat heet. Maar dat is niet verplicht of zo. Daar is niet een registratie van, over. Ah, oké, even, dan zal het dat wel zijn. Anders, Martijn, luisteramateur, laat het maar even weten, hè, dan zijn we daar zeker van. Dan zal ik dat direct ook nog even melden. Goed, ga ik nog even uitluisteren naar eventuele inmelders. Dit is de ON3JVB. Delta 2 Whisky Oscar Golf Mobiel. Delta 1 HBB. AGU, die doet even andersom, die meldt zich uit, hè. Fijne zondag, of fijne zondag voor mij, fijne woensdag nog. En een prettige voortzetting, Jurgen. Dat komt helemaal goed, jongen. ON3JVB, de ganse groep, PA3 HGU, mobiel af en uit. Hoi, hoi. Oké, dan zal ik eerst even uitmelden met Papa Alpha 3 HGU. Dan was er gehoord Papa Delta 2 WOG en Papa Delta 1, denk ik, HBB. Goed, allereerst de mic aan de Papa Delta 2 WOG. Over. Ja, Roger, ON3JVB in de hele...
Papa Delta 2, Whisky Oscar Golf Mobile op de AF. Leuk deze ronde, Jurgen. Het was een leuk initiatief wat je genomen hebt. En ik heb nog niet zo lang geleden ingeschakeld, omdat ik mobiel ben. En daarvoor dan lukte dat even niet. Maar hartstikke leuk dat je dit initiatief genomen hebt. En ik wens iedereen een hele fijne woensdag. Ik ga weer meeluisteren. En graag tot de volgende keer. ON3EVB, de gehele grote groep. PD2 WOG gaat het luisteren. Dankjewel, PD2 WOG. Dan zal ik de mic even doorgeven als ik het goed heb. PD1, Hotel Bravo Bravo. Klopt dit? Over. Goedemorgen, Jurgen. Klopt niet helemaal. Nee, klopt niet helemaal. Het is Papa Delta 1, Hotel Papa Bravo. Papa Delta 1, Hotel Papa Bravo. En de naam hier is Peter. Papa Echo Tango Echo Romeo, over. Ah ja, dat dacht ik al. Papa Delta 1, Hotel Papa Bravo. Goedemiddag, Peter. Leuk dat je er ook bent. Even kijken. Ik weet niet of je nog iets bijzonders te melden hebt. Waar ben je nou op weg over? Bijzonders heb ik niet te melden. Ik zit hier gewoon op het zolderkamer met dit computertje aan. En een beetje op HF te luisteren en te doen. Ja, dat is wel weer mooi van Koningsdag, hè. Het is gewoon weer een vrijdag, dus... Ja, dan kunnen we weer een lekkere hobby. Dus voor de rest van het jaar buiten heb ik niet zoveel te zoeken. Ja, het weer is ook niet echt... het is ook niet echt wel best. Af en toe wel een beetje in het zonnetje. Het is nou weer even bewolkt, maar... Ja, qua temperaturen... Ja, hoef ik ook niet buiten te wezen, dus... ik doe het gewoon lekker rustig gewoon vandaag. Gewoon lekker een dagje niksen. Ja, dat is wel weer het voordeel van zo'n vrije dag, hè. Ja, zo lekker door de week. Dus van mij mag je volgende week weer jarig wezen. Oké, Jurgen, microfoon terug naar jou. ON3JVB van PD1HPB. Oké, Peter. Ja, ik zal zeker er eens over nadenken hoe dat we het volgend jaar gaan doen, hè. Lijkt me echt wel bijzonder, want dan wordt de koning natuurlijk 50, dus dan moeten we misschien wel iets speciaals gaan doen. Maar ja, dan heb ik toch nog een heel jaar om daarover na te denken. Dus dat gaan we zeker doen. Goed, ik lees hier inmiddels dat luisteraars die lid zijn van de Veron een NL-nummer hebben en van de VRZA een PA-nummer. Dus vandaar dat nummer. Verneem ik net van Charles uit Kerkrade. Dus even leuk om te melden misschien. Daar ga ik weer luisteren of er nog iemand iets te melden heeft of dat er nog inmelders zijn. Het mag allebei. ON3EVB. Als je een anekdote wil horen, moet je het maar even zeggen. Ja, als je iets leuks te melden hebt, altijd natuurlijk, hè. Dat mag altijd. Ja, het is natuurlijk van een ronde niet alleen de bedoeling dat mensen dreigen inmelden en dat er dan niks mee gebeurt, denk ik, hè. Dus goed, Papa Alpha 3 BRG, ON3 EVB. Dankjewel, Jurgen. Nou ja, of het iets interessants is, dat laat ik ter beoordeling aan anderen over. Maar goed, mijn vrouw is, behalve Santa Matrice, Eve, ook een biologe. En voor een telling moest zij de duinen ten noorden van Wassenaar in. En je weet, de koning houdt domicilie in Wassenaar. En ik reed, omdat je dus niet gemotoriseerd de duinen in mag, op een fiets daar. En ik reed op een voorrangsweg. Komt er van rechts een limousine met een chauffeur. En wie er achterin zat, dat heb ik niet gezien. Maar ik zag wel dat, omdat wij dus gelijktijdig op dat kruispunt aankwamen, dat er dus door die chauffeur stevig geremd moest worden. En ik zie iemand die dus op die achterbank zat naar voren schieten. Ik heb klaarblijkelijk dus geen gordel om. En ik kijk zo een beetje naar het nummerbord. En ik zie dat dat toch wel een heel speciaal nummerbord is. En ik keek goed door naar de achterbank. Want degene die daar zat, die krabbelde dus weer terug. En dat bleek dus koning Alexander te zijn. En
Ach ja, ik draag altijd als ik dus fiets een petje. En nou ja, ik vond het toch wel leuk om even een saluut te geven. Dus op militaire wijze zoals ik dat geleerd heb in mijn diensttijd. Nou, enfin, dat, de man achterin, dus onze koning, die zwaaide terug. En dat vind ik toch wel een leuk gebaar voor iemand die bijna zijn gebit wordt dat in de kreukels heeft zien gaan tegen de hoofdsteunen forum waar de chauffeur zat. Hij, goed, dat was mijn anekdote. Echt gebeurd. En bij deze dus geniet er maar van of keur het maar af. Je zegt het maar. PA3 BRG opluisteren. Jurgen, jij de microfoon. Tuurlijk, hè. En dat hij dan ook nog terugzwaait, hè. Ja, dat is wel leuk. Nee, hier... ik heb hem eigenlijk nog nooit niet ontmoet of gezien. Wat ik wel weet, is dat toen ik in mijn diensttijd zat, zat ik op mijn kamer zat een jongen. En die had bij hem op school gezeten. Hè? En die kende hem dan ook wel. Hè? Ja. Ik weet niet of hij nou in de klas had gezeten of niet. Hè? Maar ja, die heeft hem blijkbaar een keer de wc-deur open gegooid dat hem daar net ergens mee bezig was. Dat hij zegt van oei, dat is ook misschien wel leuk. Goed. ON3 EVB, zijn er nog meer mensen die eventueel zulke grappige verhaaltjes hebben? Ik luister. Papa Delta 2, Echo Lima. Papa Delta 5, Tango gehoord. En Papa Echo 2, Delta Lima gehoord. Dacht ik. Even de mic naar Papa Delta 5, Tango. Als Papa Bravo 5, Tango. Namens Hans. Ja, ik heb net even een tweedehands setje op de kop getikt. Een icon. Ik zit er een beetje mee te rommelen en te luisteren. Dus ik hoop dat ik over de repeater kom. Gewoon een antennetje binnen. Locatie Aalsmeer. Ik zit even mee te luisteren en ondertussen een beetje op internet te snuffelen naar het setje. Dus vandaar. Ik luister gezellig mee. Ik heb geen anekdotes. TV staat aan en ik zie de koning. Dus ik geniet aan twee kanten. Van Papa Bravo 5 Tango. Papa Bravo 5 Tango. Aan deze kant Jurgen. Dan had ik nog een station. Papa Echo 2 Delta Lima. Dan weet ik niet of dit correct is. Even de mic aan het Papa Echo 2 Delta Lima station. Waar je prijst me een klein beetje de lucht in, hè? Je kent mij wel. Dat is Papa Delta 2 Echo Lima. Chris uit Sluiskillen. Ja, hey, leuk initiatief, joh. De Koningsronde, hè? Ik ben benieuwd hoeveel mensen eigenlijk alleen gemeld hebben, hè? Over het Koningshuis... heb ik eigenlijk niks te vertellen. Nog even een punt. Dat was luisteramateurs. Ik ben tot 2 jaar geleden ben ik lid geweest voordat ik mijn machtiging had. Inderdaad krijg je een luisternummer, hè, als je lid bent van of de Veron of van de VSZA. Hè. Dat eventjes even vermelden nog. Hè. Dus in ieder geval Chris vanuit Sluiskil. De Papa Delta 2 Echo Lima. En de microfoon terug naar netcontrole, Jurgen, naar jou, hè? Met de koningsronde, hè? Ga je gang. A2, Echo Lima. Chris, de man met de gele baanvang. Kan ik het vergeten? Ja. Heb het er toevallig gisteren nog met iemand over gehad, heel toevallig. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, AI. Ja. Goed. Chris, ik weet niet of jij nog iets te melden hebt. Anders zien we elkaar binnenkort wel weer ergens, hè? Inderdaad, Jurgen, dat zullen we misschien wel doen, hè? Wie weet waar, joh. Voor de rest niks te melden hier, ik wou mijn eigen neven neermelden. Ik heb niet heel de uitzending mee geluisterd. Zoals ik zei, ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel mensen eigen al ingemeld hebben, hè? Ik ben inmiddels nou een uurtje bezig, neem ik aan. Dus misschien dat je daar wat cijfertjes voor gezet hebt voor de inmelders. Dat moet je maar eens laten horen, hè? Strakjes. Oké, Jurgen, microfoon terug naar jou, hè? Van PD2EL. Ja, PD2EL. Tot op heden zit ik ongeveer aan de 50, maar ik heb ze niet genummerd. Maar het zullen er rond de 50 zijn momenteel. En dan gaan we eens even kijken of er nog inmelders zijn die daar die dat cijfer nog hoger kunnen maken. ON3 EVB die luistert. Bij mij niet uit. Dit is PD2MD, Jan uit Groningen. Ja, ik... Willem-Alexander, ik heb wel een stukje, dat gaat wat verder terug. Ik heb toen in mijn jeugdjaren gewoond in Groningen, in de Hofstraat. En daar had je rechts daarnaast had je zo'n studentenhuis voor vrouwelijke studenten. En daar woonde toen prinses Marijke. Nou, kijk maar wat je ermee doet. Dat
maakt me niet uit. Dus die heb ik toen in die tijd wel eens gezien. Maar ik moet zeggen, ik was hier vrij jong, ik was een jaar of 4, 5. Dus vandaar. Ik kan me eigenlijk er niet veel meer van herinneren. Dan heb ik het volgende. De vraag is aan alle zendamateurs. Wie heeft de contacten bij de Rijksvoorlichtingsdienst, etc.? Want het zou toch denk ik leuk zijn om volgend jaar, als Willem-Alexander, onze grote koning, 50 wordt, dat er misschien 1 of 2 zendamateurs bij hem in de buurt zouden zijn en hem kunnen interviewen, dan wel begeleiden. Dat hebben we zodat we een live uitzending krijgen bij Willem-Alexander. En dan kan je op voorhand wel zeggen, ja dat lukt niet, maar ik heb altijd geleerd, nee heb je, ja kan je krijgen. Dus vandaar. Zijn er mensen die daar ergens contacten hebben? Zo niet, ja, dan moet er toch een brief geschreven worden. En dan hebben we nog een jaar. Maar dat is iets, ja, dat leek mij persoonlijk leek mij dat wel leuk. Even retour, ON3JVB, de hele grote groep van PD2MD. Ja, dit is ON3. Ik ben ook nog op de amateurband welkomstwoord gericht. Dat je de Rijksvoorlichtingsdienst gewoon een mailtje kunt sturen. Dus ja, dat gaan we dan ook zeker doen. Maar het zou inderdaad handig zijn als er iemand is die daar een gangetje hebt. Dat is misschien nog makkelijker natuurlijk. Ik weet niet of er onder de luisteraars iemand is die daar, ja, die daar iets van weet natuurlijk. ON3JVB, die hoort dat graag. Dus dan komt het vanzelf in gang. P1ORP. PD4AZM. Goed, heel even de mic aan Papa Delta 4, Alpha Zulu Mike. Is ON3JVB. Dag allemaal, goedemiddag Jurgen, Papa Delta 4, Alpha Zulu Mike vanuit Tilburg, meldt zich in voor de Koningsronde. En ja, gewoon de Rijksvoorlichtingsdienst, of als je, of de station dat zich net meldde, dat er iemand de goede ingang heeft, ja, een keurig briefje sturen. Dankjewel. Ja, ik ga dat zeker doen. Het zou wel ontzettend leuk zijn natuurlijk als we zoiets kunnen organiseren. Dat zou wel een kers op de taart zijn, zal ik maar zeggen. Goed, PE1ORP als ik het goed heb. Even de mic naar jou nog. Het ligt over deze activiteit. En ik heb ze ook verteld hoe ze mee kunnen luisteren. En als ze het doen, komt het verhaal vanzelf naar voren, denk ik. Microfoon retour. Nou, op de hoogte zijn, dan hoop ik ook dat ze meeluisteren, hè. Ja, mijn e-mail, ze mogen er eigenlijk ook in melden, hè. Via mijn e-mailadres, dat is oscarnovember3@juliettevictorbravo@gmail.com. Zou leuk zijn. Goed, dan had ik Rinus nog gehoord. Rinus, even de mic naar jou. ON3JVB. En Juliet Lima Zulu. Een aantal jaren geleden heeft Prins Bernhard nog een openingswoord gericht op de amateurbanden in verband met de starten van de Jamboree. Dus het is niet de eerste keer, hoor. Kan ik me volgens mij vaag iets van herinneren dat dat toen gebeurd is, ja. Daar weet ik misschien wel iets van, maar dat is ook al voor mij, dat is alweer een tijdje geleden, denk ik. Ik heb zelf ook altijd bij de scouting gezeten, dus vandaar dat er me iets van bij staat, Rinus. Weet je ongeveer hoe lang dat geleden is? Van mij kan jou, Rinus. Niet meer precies, maar het is meer dan 20 jaar geleden, dat weet ik nog. Klopt, hè? Dat klopt. Want dat is inderdaad, ik ben zelf 43. Dat zal langer zijn dan 20 jaar geleden, denk ik zelfs. Ja, maar 20 jaar is dat zeker geleden, want met mijn 20 zat ik al niet meer bij de scouting. Nee, oké, okay, dat was het enigste, Jurg. Ga jij maar lekker door. Ik ben lekker aan het prutsen en ik zit gezellig mee te luisteren. Ga maar lekker door. Uiteraard, tuurlijk. Prins Bernhard heeft ooit eens de Jamboree geopend. En, wanneer was dat? Ik denk dat ik er zelfs, ik denk niet dat ik erbij was, maar ik weet er in ieder geval van, dat klopt, ja. Goed, dan ga ik nog eens luisteren of er nog inmelders zijn voor de Koningsronde 2016. Dus ON3JVB. Goedemiddag, PNO Radio Bravo India, Papa Alfano Radio Boston Indiana. 0 Bravo Romeo India, klopt dit? Dat is mijn vraag en Papa Delta 2 Leo ook gehoord. De mic even aan Papa Alfa 0 Bravo Romeo India, klopt dit? Ja, het is bijna goed. De volgorde is iets anders, hè. Papa Alfa 0 Radio Bravo India, PNO RBI. Goedemiddag. Ik kom net hierboven en ik hoor die oproep van jou. Dus bij deze eventjes ingemeld.
Vanuit de Nijmegen, waar het natuurlijk ook guur is. En ja, waar af en toe wel eventjes de zon schijnt. Maar nu op dit moment eventjes niet, hè. Dus de signalen zijn allemaal prachtig hier op deze frequentie, hè. Microfoon retour, PA0RB op ontvangst. Oké, dankjewel, Papa Alpha 0. Romeo Bravo India voor het inmelden. Staat ook op de lijst. Dan ga ik de mic even doorgeven aan Papa Delta 2, Lima Echo Oscar. Goed, de mic aan jou. Leo neem ik aan. Ja, dat klopt, Jurgen. Dat is Papa Delta 2, Lima Echo Oscar. Momenteel ja, gewoon op de QTA. Ook wel eens op ja, strook Alpha noemen ze dat vroeger. Alleen het is geen vakantie hoor, het is dan schuine streep QRL, schuine streep strook Alpha. Ja, nu weer even thuis. Ja, vrij hè. Dankzij onze koningen. Koningsdag. En net even tv gekeken. Ze hebben geluk met het weer. Zoals ik het zag. En ja, het was daar leuk in Zwolle. Leuke evenementen. Dus ik denk even aan de radio gaan luisteren. HF was heel slecht. Heel slechte condities. Ik denk, dan gaan we naar UAF, VAF en we rempel een koningsronde. En vandaar dat ik mij even inmeld. Voor het lachen. Dus ik laat het ook even hierbij. Als ik ja, nog wat hoor, meld ik mij wel weer terug in, Jurgen. Microfoon even terug naar jou. Ik neem aan dat jij dan ook de rode pet hebt als jij een oproep doet op de Koningsronde. Dit was Papa Delta 2, Lima Echo Oscar. Terug naar het net. Ja, dankjewel, hè. Ja, die rode pet die is bij mij gisteren eigenlijk op mijn hoofd gezet. Maar aldoende leert men, want ik heb nog nooit niet zoveel aan ronde leiding gedaan. Maar... ja, als er dingen zijn waar commentaar op is, dan hoor ik dat ook graag. Want ja, ik kan er alleen maar van leren. In het begin van de ronde had ik een beetje wel de zenuwen. En ja, moet ik zeggen, van was ik toch wel zenuwachtig voor wat er ging gebeuren. Hè. Voor hetzelfde geld valt het dood en is de ronde na 10 minuten voorbij. Dat had ik ook heel jammer gevonden, maar dan was het maar zo geweest. Maar dat blijkt dus niet zo, hè. De ronde is al vanaf 12 uur aan de gang en er zijn nog steeds inmelders, dus ja, mocht er commentaar zijn, dan hoor je dat ook graag. Mag ook over de mail, hè? Dat mag ook. Goed, dan ga ik nog even luisteren of er nog inmelders zijn. De man met de rode pet dan, ON3EVB. Delta Kilo gehoord, goeiedag, even de mic aan jou. Horen we graag, waar ben je mee bezig, wat ben je aan het doen? Dan... altijd leuk om te weten. Ja, dat je op de radio zit, dat horen we. Maar, ja, goed. Even de mic aan jou. Papa Delta 2, Delta Kilo. De kleine rectificatie. Het is Papa Delta 2, Tango Kilo. De naam Patrick, QTA uit Horen. Vlak bij de bloemenveiling Aalsmeer. Hele goede middag. Leuk dat je die ronde even zo doet. En ik denk, ik meld me ook eventjes in. Waar ik mee bezig ben, ik zit momenteel even de Koningsdag een beetje te volgen op tv. Tussendoor eens even, tussen de buien door even met de hond naar buiten. En net even smakelijk zitten eten van twee heerlijke, ja, oranje tompoesen. Om er even zo te zeggen. Dat was het verhaal een beetje. Leuk dat je die ronde zo geeft en dat er iedere keer toch wel weer e-mailers zijn. En wens ik jou nog een hele plezierige dag toe. En met veel verbindingen. Oh, en jij twee. Oké, PD2 Tango Kilo. Dankjewel voor het inmelden. Leuk. Ik krijg hier nog een e-mailtje binnen van Theo Vermeulen. De Papa Echo 1 Alpha Romeo. Die meldt zich ook via internet even in. Maar die komt er niet overheen. Die zit op de rand van het bereik, zegt hem. Dus misschien horen we die later. Goed. Ik ga dus heel eventjes een kiertje laten om te zien of er eventueel Echo Link gebruikers zijn die er eigen e-mailen melden. Goed. Graag even een minuutje stilte om te kijken of er Echolink inmelders zijn. Goed, dit is ON3EVB. Blijkbaar geen inmelders via Echolink. Ik heb er nog maar eentje gehad, volgens mij. Dat valt me een beetje tegen. Daar had ik wel meer van verwacht, eigenlijk. Maar goed, dan gaan we luisteren naar de normale inmelders. De mensen met de radio. Dit is ON3EVB met de Koningsronde van 2016. PD Alpha, hier is Whisky, mobiel, goedemiddag. PD 0 en dan iets met Lima. Julia Whisky, mobiel Aalsmeer. Papa Alpha 3 en iets met Juliet Whisky. Ik denk niet dat ik je call helemaal goed heb. Heb iemand anders dan misschien verstaan? Papa Alpha 3, Alpha Juliet Whisky in Aalsmeer, mobiel.
Goeiedag, nou heb ik hem. Papa Alpha 3, Alpha Juliet Whisky Mobiel. Goeiedag. Goed, geef de mic even aan jouw mobielstation. Onderweg, nog plannen vandaag. Dus ON3 JVB. Oké, ON3 JVB. Goedemiddag, vanuit Aalsmeer, vlak onder Schiphol. Ja, prachtig. Ik zit eigenlijk voor het eerst even van beeld te rommelen uit de auto. Ik heb een hele kleine transceiver bij me, een KT8900. Ik heb al 10 watt staan. Klein splitje op het dak van de auto en zo gaat het dan. Ja, zometeen heb ik hier op stap toch voor die Koninginnedag, of Koningdag dan. Dan moet ik even naar Amstelveen toe. Dus dat is niet zo ver hier vandaan, hè. Dat is maar een paar minuten rijden. Ik ga nog eventjes naar jou luisteren en even kijken wat er nog meer aan de hand is. Want ik ben heel benieuwd hoe ik daar binnenkom op die repeater. Papa Alpha 3 Alpha, jullie het Whisky Mobiel. Ja, met 66 puntjes op de Amsterdam. Dus ja, daar zit jij natuurlijk in de buurt. Dus dat is toch redelijk goed, zou ik zeggen. Dat was je vraag, dus bij deze. Ik zag ook dat je op de... Wat is dat? Dat is IJsselstein, daar kwam je ook binnen. Maar ik heb nog niet snel gezien hoeveel. Maar Amsterdam, dat was, die was het meeste in ieder geval. Dus goed, Papa Alpha 3, Alpha Juliet Whisky Mobiel. Nog even de mic retour aan jou. Ja, dan kom ik nog eventjes daar. Ja, goed. Dan blijf ik een beetje over het ding heen komen, want ik heb het al niet eerder geprobeerd uit de auto vandaan. Ik heb thuis wel, ik heb binnen wel een grote antenne op dag daar, maar ja, dat is natuurlijk geen kunst, hè. Dan doe ik het even uit de auto. Ik heb een klein 5-8 voor 702 op de auto staan. En een klein transceivertje hier, en daar doe ik het aan mee, hè. Hey, ik wens jullie nog een hartstikke prettige dag daar. En ik hoop dat ik nog eens een keer beter op deze repeater, meer op deze repeater terechtkom. Groet van de beste groeten. PN3 Alpha, jullie het Whisky Mobiel. Gegroet hoor, hartelijk bedankt. Oké, perfect hè. ja, ik moet even lachen. Micha meldt zijn eigen even in via de e-mail. Micha, goeiedag. Ik weet niet of jij daar via de radio ook bent. Ik neem aan van wel natuurlijk hè. Dus goed. Even kijken. Zijn er nog inmelders voor de Koningsronde 2016? Dit is ON3 JVB. Ja, dit is PA0 Romeo Jinkje Lima met een koningsanekdote. PA0 Romeo en dan? Dit is Papa Alpha 0 Romeo Yankee Lima. Papa Alpha 0 Romeo Yankee Lima. Ga je gang met de koningsanekdote. Ja, oké. Nou, er werd toen straks gememoreerd dat we geen zendamateurs onder de Nederlandse koninklijke familie hebben. Maar er is wel een koninklijke auto die uitgerust is als zendstation. Ik weet niet of jullie dat weten. Dat zal haast wel niet, want ik heb het niet aan de grote klok gehangen. Maar ik ben via ben ik in het bezit gekomen van de XAA18. En dat is de oude auto van Prins Bernard. En die is door mij ingericht als volledig amateurstation. Dat houdt in, ik kan daar HF in uitvoeren en ook VHF en UHF. Maar in ieder geval is dus nog wel net iets koninklijks aan dit amateurstation. Oké, dit was PA0 Romeo Yankee Lima. 0 Romeo Yankee Lima. God, dat is interessant om te weten, hè? Ja, gaan we daar toch nog eens even in verdiepen, hè, om te kijken, want die Prins Bernard, of dat nou wel of niet een zendamateur was, hè, en of die zijn licentie had, hè, daar ben ik wel benieuwd naar, maar zou die waarschijnlijk niet onder een andere naam zijn licentie kunnen hebben gehad als onder Prins Bernard, hè? Dat gebeurt wel vaker in het Koningshuis, zo heeft ook onze koning een keer de 11-stedentocht geschaatst, en dat was ook niet onder zijn eigen naam over. Ah, nee, dat klopt. Maar in dit geval was het zo dat Prins Bernard geen amateur was. En de status van amateurstation is pas gekomen nadat Soestdijk deze auto terugverkocht had aan de leverancier waar ik hem uiteindelijk van aangeschaft heb. En omgebouwd heb tot, in ieder geval, ik heb daar een compleet mobiel amateurstation ingebouwd. En dat, nou ja, goed, ik weet in ieder geval dat
dit dus de originele AA18 is. Oké, zo far zo goed. Je weet dat alle auto's van het Koninklijk Huis een nummerbord hebben. Die beginnen met AA. Oké, zo far zo goed. Dit was Piano Romeo Yankee Lima. Erg leuk om te weten. Ik zou er graag eens een foto van zien van die auto. Ik weet niet of jij de mogelijkheid hebt om mij te e-mailen. Op e-mailadres oscarnovember3juliet.victorbravo. apenstaartje@gmail.com. Hè. Lijkt me interessant. Lijkt me echt wel heel leuk. Goed, dan ga ik nou nog even luisteren naar eventueel inmelders voor de Koningsronde 2016. Dit is ON3JVB. ON3JVB, Papa Delta 1 Echo Juliet Fox. Oh, Juliet Oscar en Papa Alpha 9 Foxtrot. De mic aan jou, Papa Delta 1 Echo Juliet Oscar, dacht ik. Is dit correct? Juliet Oscar, ja, je hebt het correct. Jurgen Echo Juliet Oscar is de naam. Operatornaam is Ernst. En wat wou je nou precies ook doen? Dat ik een anekdote ging vertellen over onze koning of Koningsdag? Is dat de bedoeling over? Ja, als je er eentje hebt, dan hoor ik dat graag, hè. Papa Alpha 9 Fox had ook gehoord. Maar dan geef ik eerst de mic aan Papa Delta 1 Echo Juliet Oscar. Ik weet niet of jij iets leuks te vertellen hebt. Wat misschien leuk is om in de groep te gooien, hè. De mic aan jou. Oscar November 3, Juliet Victor Bravo van Papa Delta 1 Echo Juliet Oscar. Nou, je hoort een hele hoop verhalen tegenwoordig dat we misschien beter af zouden zijn met een republiek dan met een koning. Ik weet niet, dat hoor je voornamelijk op Twitter. Ik ben er toch heel niet mee. Dus ik denk dat we gewoon het koningshuis in ere moeten laten voor wat het is. Ik vind het altijd leuk om ze te zien optreden. En ja, dat zijn ook een beetje de geluiden die je hoort op straat. Of dat nou echt een anekdote is, weet ik niet. Maar laten we het niet te pot gewoon de Koningsdag vieren voor wat het is, over. Ja, oké, dankjewel, hè. Iedereen mag daar zijn mening over hebben. Ik vind het prachtig en zonder koning zullen we deze dag ook niet hebben natuurlijk. Dus dat zal nog een vrije dag gaan schillen ook zeker. Nee, dankjewel. Goed, Papa Alpha 9 Foxtrot, even de mic aan jou. Ja, goedemiddag Jurgen, ON3JVB. Ik las bij toeval net op Facebook dat er een koningsronde was op de NOS. Want ik had eigenlijk de set aanstaan op de lokale stadsrepieter hier en die is natuurlijk vrij rustig. Zeker als er niemand in de buurt rijdt. Wij zijn vaak mobiel en dan gebruiken we ons stadskind toch vrij regelmatig. Ik heb geen anekdotes over het Koningshuis. Ik zit lekker naar de tv te kijken. Ik heb de Koningsdag in Zwolle gevolgd. De mensen hebben prachtig weer gehad. Het was natuurlijk wel frisjes, dames. Ze hebben in ieder geval droog weer gehad. En net hier in Gorinchem viel de eerste regensjouwer viel uit de lucht. Dus dat betekent dat het in Gorinchem gelukkig gedurende de ochtenduren voor de vrijmarkt in de binnenstad van Gorinchem ook droog is gebleven voor de kinderen. En dat is natuurlijk geweldig. Dus geen anekdotes betreffende het Koningshuis. Ik luister er zelf mee. Zet mij maar in het log. Met een asterixie zoals men dat doet. Maar ik luister wel mee. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik het... Ik was er ook niet van op de hoogte, maar goed, ik heb al eens vaker zo'n initiatief meegemaakt, namelijk dat er spontaan iets uit de lucht komt. En dit is gewoon leuk, dus ik geef hem jou weer terug, Jurgen, met de complimenten voor je initiatief ON3JVB van Papa Alpha 9 Foxtrot Hendel aan deze kant is over Schet. En dat kunt u juist Gorinchem, ga je gang houden. Ja, oké, Gert, het was een beetje kort dag, want... Het idee is gisteravond eigenlijk pas vrij laat ontstaan om dat te gaan doen. Dus ik vind het eigenlijk wel grappig om te doen. Dus en er zijn al vragen gesteld om het volgend jaar nog eens te doen. En dan eventueel wat uitgebreider, hè. Dus dat moet dan maar gebeuren, hè. Want dan wordt onze koning 50 jaar, hè. Dus dan wordt het waarschijnlijk helemaal een groot feest. Ik denk dat ik die week maar vrij ga pakken, hij. Goed, dan ga ik nog even luisteren of er nog inmelders zijn. Dit is ON3JVB met de Koningsronde 2016. Fox 3XV. Die call heb ik niet goed verstaan. Mag dat nog eens een keer?
Papa Foxtrot 3X-ray, Papa Foxtrot 3X-ray. Papa Foxtrot. Oké, de mic. Mongolenbusje is weer aangekomen. Oké, Jurgen, goedemiddag. Van Oscar November 3, Juliet Victor Bravo van Papa Foxtrot 3X-ray. De naam aan deze kant is Laurens. Lima Alpha Uniform Romeo Echo November Sierra. En de QTH is Breda, waar het hier net flink geharreld heeft. Mike, even retour. Hier verder weinig bijzonders te melden. Ik luister even mee. Ondertussen nog digitaal actief op HF op dit moment, Jurgen. Oké, ben benieuwd of het is overgekomen bij jou daar. Mike, even retour. Ja, hoor, Papa Foxtrot 3X-ray. Alles goed overgekomen. De Papa Foxtrot prefix bestaat die ook al. Joh. Die heb ik eigenlijk nog nooit niet gehoord. Dat is wel grappig. Is dat een nieuwe misschien? Kun je mij dat eens vertellen, Laurens? Is ON3 even bij? Ja, oké, Jurgen. Ik heb vorig jaar mijn full license gehaald. Daarvoor was ik novice amateur. En toen moest ik een callsign gaan kiezen. En toen heb ik in het callboek gekeken van het agentschap Telecom. Eigenlijk alle prefixen zijn al een keer gekozen. Hè. Wij kunnen die natuurlijk zelf kiezen. En alleen de PF3X, of de PF3, sorry, prefix, was nog niet eerder gekozen. En ik heb 2 maanden geleden nog eens een keer gekeken voor de gein. En toen was ik nog steeds de enige PF3 gelicenseerde zendamateur. Dus ik vond het wel geinig om die dan te kiezen. Omdat die prefix in ieder geval door een standaard amateurstation in Nederland niet gebruikt wordt. Ja, is leuk. Ik heb hem ook inderdaad nog nooit nergens niet gehoord. Ik denk waarschijnlijk meerdere van mij niet. Dus dat is wel erg grappig dat je die call tegenwoordig ook mag gebruiken. Ja, erg leuk. Daarom vroeg ik erom. Het valt in ieder geval meteen op, hij. Ja, dat klopt, Jurgen. Ik krijg er regelmatig opmerkingen over, ook in het buitenland. Op het moment dat ik uitkom, dan weten ze je gelijk te vinden. Oké, ik ga weer even op luisteren. Bedankt voor de koningsronde. En ik ga weer eventjes meeluisteren. Oké, dat goed. Dan ga ik ook even luisteren, kijken of er nog inmelders zijn voor de koningsronde 2016. Dat is ON3JVB. Papelco 1 november, Sierra Mike. Sorry, Papelco 1 november, Sierra Mike. En de operatornaam is Robert. En ik ben in Hirschegoa over. En ik zit gewoon op luisteren op de achtergrond. Goedenavond of goedemiddag verder. Ja, goedemiddag. Papa Echo 1, november, Sierra Mike. Leuk je te horen. Leuk dat je even meldt. Goed, ga ik nog eens even luisteren. Ik weet niet, Robert, had je nog iets te melden? Of was je gewoon een beetje aan het luisteren? Oh, in 3 even week. Ja, ik zit gewoon even te sleutelen en ik luister gewoon even op de achtergrond mee. Dus ik denk, ik laat even horen dat er wel luisteraars zijn. Anders denk je dat je misschien voor niks eronder zit te houden. Ja, er zijn wel wat aantal inmelders geweest. Maar het is toch altijd even leuk dat je weer terug hoort. Dat je denkt van, ik zit hier niet voor de lol. Dus voor niks eigenlijk eronder te houden. Over. Ja, dankjewel hè. Ja, nee, blijkbaar is het niet voor niks. We zijn nou toch al 1,5 uur bezig en er blijven nog steeds inmelders komen. Dus een einduur, daar staat er niet op. Dat moet wel voor 7 uur zijn, want ik moet nog wel even naar de winkel voor boodschappen te halen. Dus, maar ja, zo lang zal het dan waarschijnlijk ook wel niet duren. Even kijken. Ik krijg hier nog een e-mailtje binnen van de Papa Delta 2 Romeo Foxtrot. Die het ook een leuk initiatief vindt, de Koningsronde. Dus ja, goeiedag. Papa Delta 2 Romeo Foxtrot. En dan ga ik nog eens even luisteren of er eventueel nog meer inmelders zijn, hè? Goed. ON3 EVB, op luisteren. Hoeveel inmelders heb je al van PDNLG?
Ja, ik heb ze niet precies geteld, maar het zijn er al over de 50. Dat in ieder geval. Precieze weet ik niet. Ik heb er geen nummertjes voor gezet. Dus daar is misschien iets voor de volgende keer om dat wel te gaan doen, hij. Maar ik ga het sowieso nog wel bekendmaken, hoor. Vanavond of zo, hoeveel luisteraars er zijn geweest. Dus dat is geen probleem. Ja, ga door, Jurgen. Respect, jongen. Van P0G, ik ga erop luisteren. Groeten. Oké, P0 Golf, als ik me niet vergis. Daar gaan we nog eens luisteren of er nog meer inmelders zijn. Papa, Delta 1, Echo Victor, papa. Ja, goeiedag. Papa, Delta 1, Echo Victor, papa. Goed. U staat ook genoteerd. Even de mic aan jou, papa, Delta 1, Echo Victor, papa. Ja, dankjewel, Jurgen. Aan deze kant is de naam Ger, Golf Romeo en de QTH is Schiedam. En ja, ik zit lekker mee te luisteren. Ik vind het een heel leuk initiatief, deze koningsronde. En ja, zeker voor volgend jaar herhaalbaar. Oké, ik ga weer verder lekker luisteren. Ik wens iedereen in de groep nog veel plezier vanmiddag en vandaag. En maak er wat van. ON3 EVB, PD1 EVB. Goed, dankjewel EVB, Ger. Ja, als er misschien heel eventjes iemand is die het stokje eventjes over wil nemen, want dan ga ik heel eventjes een bakje koffie inschenken, want ik begin een beetje dorst te krijgen. Dus als iemand misschien 5 minuutjes eventjes wil luisteren, dan meld ik mij zo terug in, over. Rinus, kun jij de honneurs even waarnemen? JLI? Jurgen? Ik pak even pen en papier. Ik schrijf even mee, als dat gewenst is. Ga jij even een bak koffie halen? P1, ORP. Oké, ORP, hè. Ik meld me zo weer even in. Koningsronde 2016. We luisteren weer mee naar eventuele mailers. Ja, goed, het is papa Alpha 3 heel eventjes. Ik was even benieuwd, ik had even een nieuwe positie van een nieuwe antenne gezet. Dus ik was even benieuwd wat idee, dus, maar zolang ik het op hobbyscope ziet, werkt het prima, Roger. Ja, nee, klinkt prima. Markeer niks aan. Ik had alleen even de call een stukje gemist. Papa Alpha 3. En toen was ik me kwijt. Maar misschien heb ik dat al verkeerd gehoord hoor. Ik heb gisteren al. Gisteravond, /nacht. Een stukje meegeluisterd. Hè. En toen werd er al tegen Jurgen gezegd: van joh, je moet er eigenlijk eentje hebben die erbij zit. Die dat kan overnemen of even wisselen. Dat probleem dat, dat is er nu gewoon, geeft niks. Dan pak ik het ook gelijk over, hè. Ja, eigenlijk moet dat soort dingen afspreken. Ik heb even niet de kop bijgehouden, maar de leider van de ronde Gorkum, ja, die weet dat nu wel goed. Met de paarsronde had hij dat. Maar die hebben al meer rondes gedaan. Hè. En bij Jurgen kwam het eigenlijk op als. Dat zeg ik niet. Even nog de call graag, want dan noteer ik hem. Ja, dat is goed. Hè. Ja, ik beluister al een heel poos meer. Dus. Call is Papa Alpha 3 Hotel Delta Golf. En de locatie is Lobit, daar waar de Rijn binnenkomt. Hè. Dus, en ik had hier voor een X15 staan, maar die viel me toch gigantisch tegen. Dus ik heb hem vervangen weer voor mijn oude antenne. Oké, goed, verder is niks te melden. Ja, voor mij is de Koningdag even de antennemast naar beneden gesleuteld en weer omhoog gedraaid. En wou even kijken of het werkt en het werkt weer. Dus op zich, het weer valt op dit moment hier nog wel mee. Het is grotendeels van de dag droog geweest, relatief veel zon gehad, maar ook wel twee goede hagelbuien. Dus, goed, meld ik me weer ervan tussen. Dan succes met de ronde en dan
ben ik weer op de achtergrond. 73. Oké, prima. Hele fijne dag en alles werkt prima. Dan gaan we weer door naar de volgende, denk ik. Ik laat even een ruimte voor wat mogelijk Echolink inmelders, want dat had ik de afgelopen tijd even gemist. Dus Echolink inmelders, ga uw gang. P1-OWP met de Koningsronde 2016. En als rode pet ben ik er zo even tussen geknikkerd. Ja, OWP, dankjewel hè. ON3 even bezig retour. Ik weet niet, zijn er nog mensen geweest die je ingemeld hebben over? Papa Alpha 3. Hotel. Delta. Golf. Heeft jij geen gemeld? En weer uit. Oké, perfect. Dankjewel hè, dat je het even overpakte. Kan ik weer even genieten. Goed, inderdaad, ik zal ook eens even ruimte laten voor Echolink inmelders. Hè. Heb ik al even niet gedaan, maar vooruit. Goed, we luisteren. Oké, geen Echolink gebruikers. Dan gaan we luisteren naar andere inmelders. Als er die nog zijn, tenminste. Het is ON3JVB. Papa Alpha 3 Delta Hotel Romeo. Oké, Papa Alpha 3 Delta Hotel Romeo. Goedemiddag, de mic aan u. Ja, goedemiddag. Het is Papa Alpha 3 Delta Hotel Romeo. De naam is Dirk, het QTA Spijkenissen op het eiland Voorne-Putten. En ik zet net hier de zender aan en ik hoor hier dat er oranje ronde wordt gehouden. Heel leuk initiatief. En ik denk, nou, dan moet ik me minimaal inmelden om in ieder geval degene die dat aan de gang heeft gemaakt te feliciteren in ieder geval en te bedanken. Dit was Papa Alpha 3 Delta Hotel Romeo. Ja, oké, Dirk, dankjewel hè. Deze kant ON3EVB. Ja, het was een vreemd initiatief wat gisteravond eigenlijk toch niet alleen door mij, maar door een paar mensen eigenlijk is bedacht. En die hebben mij de pet in de brievenbus gegooid hier vanmorgen. Hè? Dus hebben we dat maar zo opgepakt, hij. Ja, goed. het valt niet tegen, moet ik zeggen. We zijn om 12 uur begonnen en nog aan de gang. Dus ik vind dat wel grappig. En goed. Dan gaan we nog eens even luisteren of er mensen zijn die dreigen willen inmelden. Of een leuk verhaaltje hebben, dat is ook altijd leuk natuurlijk, hè. ON3 EVB die luistert. Heef, dat is jouw schuld. Onder andere, ja. Wat, ik hoor wat. Ik ben mobiel. Ga je gang. Ik zei alleen, dat is jouw schuld. P1 ORP. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Schuld bestaat niet. Oké. Jurgen, voor jou de microfoon. Ik heb het meegeluisterd gisteren. Of vanmorgen. Maar, oké, schuld bestaat niet. Punt. Groetjes, hoi. Ik weet niet waar je het over hebt, man. Wat is dit nou weer? Jurgen, vertel. Ja, even nee, het ging erover dat ik zeg, ze hebben die mooie pet hier in de brievenbus gedouwd, hè, van gisteren. Dus ja, ik ben vanmorgen wakker en ligt er in één keer een rode pet in mijn brievenbus. Ik denk, waar overkomt mij nou heen? Oh, oké. Nee, dat geeft niet. Dan ben ik je bedoeld dat ik daar debit aan ben, onder andere. Ja, inderdaad, even onder andere. Jij. Maar de mensen die gisteravond geluisterd hebben, die weten dat. Het is ook niet erg hoor. Ik vind het helemaal niet erg om te doen, even. Absoluut niet. Ik vind het zelf leuk. Ik begin het leuk te vinden. Dus straks is het er weer, maar hou ik weer een ronde, joh. Nee. Het moet niet gewoon worden, maar... Ja, het valt niet tegen. Er zijn toch al meer dan 50 inmelders. Dus
Ja, het precieze aantal zal ik nog vandaag nog wel kenbaar maken. Hè? Maar goed, goed, even de mic even aan jou. Oké, de 3AF mobiel, ja, oké. Nou, joh, je doet het hartstikke goed, man. Een chapeau daarvoor, hoor. Schuld is geen kwestie van schuld, joh. Je hebt het zelf op je genomen, hè. Je bent zelf ben je er actief in geweest. En dat wilde je ook graag, hè. Dus wat dat betreft. Oké. Ik zit iemand te zoeken die ik niet kan vinden. En dat, dat kan een ander niet voor me doen. Hé, hey, de groeten. Succes. Ik luister naar je, Jurgen. Van Peter 3AF. Eva zit op 2 meter. Ja, oké, dank je. Ik zal nog eens even luisteren. Of er nog inmelders zijn voor de koningsronde van 2016. Jawel, Siri. Papa Echo 1, Hotel Lima. Wacht op de tafel. Oh, jij mag ze niet meenemen. Maar vandaag weer, hoor. Als het inderdaad een beetje een voelde lunch, dan hebben we de rest van de dag niks meer te doen met zo'n heel rampenplan. De hele ontruiming van het gebouw. Kom maar, dus ik ren elk jaar toch weer lachen. Ho, ho, ho. Eventjes de mic aan het Echo Link station. Papa Echo 1, Hotel Lima Victor. Kleine keer graag. ON3JVB, Oscar November 3. Ah, je had nog een radioafstand volgens mij. Goed, even kijken. Papa Echo 1, Hotel Lima Victor. Probeer het nog eens een keer. Gaat niet helemaal lekker, geloof ik, Jurgen. ON3, JVB, Jurgen van België. Naam is Ruud aan deze kant, QTA Driebergen. En ik vind het wel grappig dat vanuit België een Nederlandse ronde geleid wordt. Microfoon retour. Oké, dankjewel, hè. Ja, grappig is het inderdaad. zeg, ja, ik ben wel Nederlander. Ik heb een Nederlands paspoort, maar ik heb geen Nederlandse call, hè. Nee, dit omdat ik hier in België woon natuurlijk, hè. Ja, de QTA hier is trouwens Ravels, hè. Dat ligt niet zo heel ver over de grens, gelukkig. Dus ik kom nog wel eens in mijn vaderland, regelmatig moet ik zeggen. Goed, nog even de microfoon retour aan jou, Papa Echo 1, Hotel Lima Victor, Ruud. Ga je gang, via de Echo Link. Ja, oké. Ik loop buiten. Ik loop de hond. Even de leenhond even uit te laten. Schoonmoeder is een week op vakantie en dan, ja, dan mag ik met de hond wandelen. Hoort er nou eenmaal bij. Ik heb geen last van dat beest. Ja, ik wens je nog heel veel plezier en genoegen met de ronde. En leuk initiatief. Ik zat gisteren mee te luisteren toen het hele spul opgestookt en opgepookt werd. En ik ben blij dat het allemaal doorgegaan is. Ik ga weer op de achtergrond nog een 10 minuten wandelen. Dan ben ik weer thuis en dan kan ik thuis weer de gewone set aanzetten. En ik kan mijn handen tijdens het wandelingetje een beetje in mijn zak houden, want het is knap koud buiten. Succes en we spreken elkaar. Ja, oké, okay, Ruud, dankjewel, hè. Goed. Dan zullen we nog eens kijken of er nog of inmelders zijn of mensen die een leuk verhaaltje hebben, eventueel te maken hebben met Koningsdag natuurlijk. Dit is ON3JVB. PDJ en ATM, Aad uit Utrecht. Goedemorgen, Jurgen, JVB. Papa Echo 1, Juliet Tango Mike, is dit correct? Of was het Mike Tango? Kun je de kom nog eens herhalen, het is ON3JVB. Dus PD1, ATM, Alpha Tango Mike, hè? En mijn voornaam is Aad uit Utrecht, hè? Goedemiddag. Maar je gaat als een trein, Jurgen, dat wou ik even zeggen. Ja, oké, okay, PD1, ATM, dankjewel, hè. Ja, nee, leuk dat je er bent. Altijd leuk te horen, hè, dat er mensen zijn die dreigen dan inmelden voor zo'n ronde, hè. Ik had het eigenlijk niet verwacht, dat het er toch zoveel gingen zijn, hè. Maar goed. Het is wel grappig natuurlijk. Mike, nog even retour naar jou. Papa Delta 1, Alpha Tango Mike. Als dit correct is tenminste. Ik dacht het nou wel, hè? Dat is ATM, hè. Alpha Tango Mike. PD1, ATM, hè. U
Utrecht app. Nee, ik zit al vanaf 12 uur te luisteren, dus ik ben al vanaf het begin. Ja, ik ben ook zo druk hier, dan zit ik weer in de schuur en dan moet ik mijn hond eruit laten. Je kent het allemaal wel. Maar ik zit regelmatig hier te luisteren, dus ook van ETA met Daily Minutes. En dan zit ik ook altijd te luisteren om 10:30. En s'avonds om 7 uur altijd, dus ik vind het altijd wel, wel interessant. Niet alles, maar ik zit even op luisteren, Jurgen. Dus ik heb mij even ingemeld, dus dan kan je mij weer bijschrijven. En dan heb je weer eentje bij, Jurgen. In ieder geval succes. Ik weet niet hoe lang het duurt. Het zal wel. Het is bij 14:45, dus ja, voor mij mag het tot 10:00 vanavond, Jurgen. Ja, dat is voor mij ook geen probleem. Hè. Ik moet er alleen straks wel eventjes een uurtje voor 7:00 ertussenuit. Ik moet eventjes nog wel wat boodschapjes doen. Anders heb ik niet te eten en dan lig ik straks dood achter de set. Of, zo erg zal dat ook wel niet zijn. Goed, Ad, dankjewel voor het inmelden. Dan ga ik nog even luisteren of er nog inmelders zijn voor de Koningsronde van 2016. Dit is ON3JVB. PD0RS voor de presentielijst. PD0 Romeo Sierra, is dit correct? Ja, dat is correct, Jurgen. Dus voor de presentielijst, ik heb niks te melden, maar ik luister wel mee. Oké, perfect. U staat genoteerd. Even kijken, zijn er nog inmelders voor deze ronde? Papa Egwene, Bravo, Romeo Juliet, naam Peter QTH Duiven. Goedendag, Papa Echo 1, Bravo, Romeo, Juliet, via de Echolink. Even de mic retour aan jou. Mensen, een Echolink station, houd er even rekening mee. Ja, oké, Ruud. Een leuk initiatief en ik wens je veel succes. Ik zet net de set weer harder, want ik heb even zitten kijken naar de tv. En ik hoop dat er nog veel e-mailers komen. Dus Papa Echween, Bravo, Romeo, Juliet, PE1BRJ. Mijn naam is Peter QTA Duiven. Bye bye. Zo, dankjewel Peter. De naam aan deze kant is Jurgen. Niet Ruud, maar Jurgen. Maar vooruit. Geen enkel probleem. Goed, zijn er nog inmelders voor deze ronde? ON3JVB voor de Koningsronde van 2016. Papa Alpha 1 Golf Mike gastspreker. Papa Alpha 1 Golf Mike Golf, is dit correct? Koningsronde, dag, hoe je het ook wil noemen. Iedereen in ieder geval een hele fijne dag. In ieder geval de groetjes van deze kant en bye. ON3JVB. Papa Alpha 1, Golf, Mike en dan, ik heb de laatste letter gemist. Was dat ook een golf? Over. Golf, Mike. Mike is de laatste letter. Oké, dankjewel Papa Alpha 1, Golf, Mike. Dankjewel voor het inmelden. Gaan we nog even kijken. Zijn er eventueel nog inmelders voor de Koningsronde? Inmelden via internet kan ook, via Oscar November 3, Juliet Victor Bravo, apenstaartje, gmail.com. We zullen het horen en we zullen het zien. Dit is de ON3JVB. Mensen die toevallig nog een leuk verhaaltje hebben, eventueel over het Koningshuis of iets leuks willen vertellen of wat ze aan het doen zijn vandaag, dan zullen we dat graag horen. Hè? Anders valt het zo een beetje stil, hè? Dat is allemaal niet zo leuk natuurlijk. Goed, is er iemand die nog iets te vertellen heeft? Het is ON3JVB. Whisky Alpha, die wilde even de groeten doen aan Peter, PMBRJ. Over de rivier erheen komt. Het verhaaltje, ja, dat ik zou willen vertellen, is het volgende. Koningshuis
maakte vroeger, dat praat ik over een jaar of 30 geleden, gebruik van een vliegmachine dat vaak vertrok en aankwam op de vliegbasis, de voormalige vliegbasis Soesterberg. En op een middag kwam Beatrix terug. Ze had een aantal meubeltjes gekocht in het buitenland. Al die meubels stonden onder witte lakens. Een aantal, meestal een aantal belangrijke en minder belangrijke mensen stonden dan present om haar te verwelkomen. Ook een aantal collega's en ik persoonlijk. En ook een douaneambtenaar. Kwam ik nog over de Sint-Pieter heen, want ik werd gewoon geblokt, dacht ik. In HBO? Ja, HBO. Je viel er even vanaf, maar ga door. B1A. Bravo, Lima. Ja, tot al die middag dat ik vertelde dat ik inderdaad de meubeltjes onder de laken zag. De douaneambtenaar, die keek alleen maar. En een beetje. Dus vertelde de man, moet je niet even onder de lakens kijken of de klant binnenkomt. Nou, dat vond de man helemaal niet leuk. En hij vertelde ons, ja, ik wil graag op deze post blijven. Dat was een leuk voorval. Ja, er gaat even iets niet helemaal correct. Maar, ja, je wordt schijnbaar even weggedrukt en geblokkeerd door iemand. Maar goed, vooruit. Misschien moet je het later eens proberen om het verhaaltje te vertellen. Ja, wat ik mezelf nou bedenk, is dat de Club Historic Flight hier in Gilserijen, als ik me niet vergis, is dat een pijpertje. En die is van Prins Bernhard geweest. Ik heb daar zelfs nog foto's van ergens en ik heb ook nog in dat toestel gezeten. Ja, en dat ding dat staat hier in Gilserijen op het vliegveld. Ja, dat is Club Historic Flight. Ik denk als je dat opzoekt op internet, dat daar ook wel foto's van het toestel op staan. Hè? Ja, ik ben er een paar keer geweest en dat is altijd hartstikke leuk. En ja, maar die staat er aan met het koninklijk logo zit er nog op in ieder geval. Ik weet niet of iemand daarop wil reageren. Dus ON3EVB. DX, sporadic E, now up to 6 meters. Ik wil wel, maar ik ben mobiel, Jurgen. Ik weet van de hoede erop. Ja, goed, hè, misschien tot later even. Dan, jij kunt er vast ook wel iets over vertellen. Dat, ik denk dat jij die club ook wel zult kennen natuurlijk. Hè? Dat neem ik toch aan, Evert. Ik heb het zelfs gevlogen. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat is de spirit. Goed. Ja. Voelde je de koning te rijk of niet? Voelde me de koning te rijk. Ik ga nu naar boven. Ik ga nu naar het honk. Ja, oké, Evert. Dan kom zo maar retour, hè. Dat wil ik graag horen. Ja, ik heb er ook in gezeten, maar het ding heb je meter vooruit gerold toen ik erin zat, helaas. Herken Belgen. Ja, station. Gehoord. Momentje. Dit is papa Echwin Bravo Romeo Juliet. Bedankt voor degene die de groetjes deed. Ik heb alleen... Van de Whisky, Whisky Alpha. Ja, 0 Whisky, Whisky Alpha. De mic aan jou. Ja, oké, dankjewel. Ik zei dus straks al, ik wou even de groeten doen aan Peter, P-E-B-H-J, in Duiven, van P-H-0, Whisky, Whisky Alpha. Ja, oké, P-H-0, Whisky, Whisky Alpha. Dit is papa Echwin Bravo, Romeo, Juliet. Hartelijk dank voor de groetjes terug. Binnenkort heb ik een antenne. Ik heb eindelijk alle vergunningen binnen, dus... Thank you.
Groetjes allemaal, hè, en versus. PMOWWA3OT. Goed, dit is Oscar November 3, Juliet Victor Bravo. Met de koningsronde van 2016, Papa Alpha 0, Whisky Alpha, die ging QRT, dacht ik. Dan ga ik nog eens luisteren of er nog inmelders zijn. Of mensen die een leuk verhaaltje hebben. ON3EVB. Oscar Romeo voor het log. Die zat even dubbel. Oscar Romeo heb ik vernomen. Oscar November 7, Mike Oscar Romeo. Goedemiddag Jurgen. Wacht even, want ik denk dat ik dubbel zit. ON7 MOR Corné, goedemiddag. Leuk jou te horen. Grappig dat jij je even inmeldt, vind ik wel leuk. Ja, dit is dus de Koningsronde 2016. En ja, ze hebben mij een beetje de rode pet opgezet. Dus leid ik deze ronde maar, Corné. Ik hoop dat het bevalt. Ik hoop dat je al meer een beetje, of dat je al langer meeluistert, dat weet ik niet. Hè. Maar goed jou te horen. Ik heb de Frank ook nog gesproken er straks over. Oké, gewoon 3 JVB, jongens, even MOR. Vanuit Nieuwmoer, Kalmthout aan de grenzen. Ja, ik hoorde jou beneden op de Porto. Beneden staat de Porto meestal heel zachtjes aan. Ik denk, hé, hier is een bekende stem. Jij werkt toch in België? Heb je ziek gemeld? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Nee. Zo erg is het allemaal niet. Nee, ik had toevallig vrij. En ja, wegens ziekte, ja, een beetje. Maar goed, toch niet ziek genoeg om de ronde niet te kunnen leiden. Dus vooruit. Ik denk, we gaan dat maar doen. Goed, dan maak ik even een retour naar jou, kan hè? Ja, oké, Jurgen. Ja. Ik zit op Hobbyscope mee te kijken. Ik zie overal rode balkjes verschijnen, hè. Maar ik kom er wel over momenteel, zie ik. Oké. Maar ik wens jou nog veel succes in de ronde. Voor de rest weinig te melden. Ik ben wel vrij. Ik werk in Holland. Zodoende. Oké, Jurgen en iedereen. Een prettige Koningsdag nog. En succes met de ronde. Van Oscar November 7, Mike Oscar Romeo. Ja, Mike Oscar Romeo, dankjewel voor het inmelden. Staat op de lijst, dus perfect. Goed, zijn er nog inmelders? Of mensen die nog een leuk verhaaltje hebben te vertellen hebben? Dit is de Oscar November 3, Juliet Victor Bravo, die luistert. Appetat, PD3EF, Jurgen, iemand die begon over een vliegmachine of zo. Wat was dat voor een verhaal? Ja, die andere die erover begon, of was ik het die erover begon? Want de andere die had het over het toestel wat op Soesterberg stond. En bij mij weten weet ik dat niet, maar ik denk dat dat een Dakota was, maar daar weet ik niet zeker over. Daar kom ik dadelijk op terug. Nou, het is een Fokker 70 die op dit moment in gebruik is voor het Koninklijk Huis, de KBX. Papa Hotel, Kilo Bravo X-Ray. Dat is een 70-seater, normaal, maar dat is een luxe uitvoering en die wordt voor het Koninklijk Huis en ministers en allerlei dingen gebruikt. Op dit moment, die gaat vervangen worden. Als mensen gaan zeuren over de kosten, die kost 1 miljoen per jaar aan onderhoud. Het is een oud toestel, is al 20 jaar oud en wordt nog steeds gebruikt. Een vriendje van mij heeft hem gevlogen, vliegt hem regelmatig. Heeft hem gevlogen eigenlijk en heeft Koninklijk Huis natuurlijk ook...
onze majesteit ook BA rondgevlogen in de tijd. Met alle ministers van dien. Oké. Okay. Even kijken, wat wilde je nog meer weten? Ik hoorde het woord Prins Bernhard. Prins Bernhard heeft geen cup, een eenmotorig cupje gehad. Dat is Pieter van Vollenhoven geweest. Pieter van Vollenhoven heb ik zelf een keer voor de sok op Texel gelopen, want die kwam met Margriet aanzetten en die kocht toen een 172, een 672. En die is lid van het Koninklijk Huis, maar die is begonnen met een cupje, dat klopt. En dat cupje staat nu op Gilserij en wordt is privébezit en wordt gebruikt om te vliegen, rondjes te vliegen, zomers, mooi weer en luchtvaartshows en dat soort dingen. Dat is een supercupje, dat is 150 pk, één motorig dingetje. Prins Bernhard daarentegen heeft in de oorlog, zoals jullie weten, activiteiten ontplooit met betrekking tot bombardementen, uitvoeren van bombardementen voor een bepaald squadron met Lancasters. Dat mocht hij helemaal niet, dat heeft hij stiekem gedaan. Als lid van het Koninklijk Huis mocht hij dat niet. Toch gedaan, terwijl Juliana en de kinderen die zaten in Canada. In Engeland heeft hij een aantal nachtvluchten uitgevoerd, onder andere. Met het risico natuurlijk dat hij naar beneden geknald werd. En daarvoor mocht hij dat niet, want hij was een lid van het Koninklijk Huis. Maar hij heeft toch iets gedaan. Nou, na de oorlog, hij was helemaal weg van vliegen, Bernhard. En Bernhard had zijn vliegbuffet. Al voor de oorlog trouwens. Hij heeft nog een Percival Proctor gehad voor de oorlog. Dat is een Engelse machine, een laagdekker, en daar heeft hij heel veel rondjes mee gevlogen, vond hij leuk. Toen heeft hij gekregen van een van de generaals van die day een C-47, oftewel een DC-3 Dakota in militaire uitvoering met een verzwaarde vloer. En die heeft hij cadeau gekregen. En die is jarenlang voor het Koninklijk Huis gebruikt voor vervoer. Na de oorlog. De Nederlandse registratie was volgens mij ook PBX, maar dat weet ik niet zeker. En dat was een kist die Bernhard ontfutseld heeft van de Amerikanen en cadeau gekregen heeft als cadeautje na de oorlog voor zijn prestaties, bla 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 bla. Van PD3 EF. Ja, even, ik wist het hè, dat er ook een Dakota in het bezit was geweest. Ik wist alleen niet waar die vandaan kwam. Maar weet jij dan, vliegt dat toestel nog? Of staat het ergens in een museum? Het staat in het museum. Het staat in een museum, vliegt niet meer. Er is trouwens op Soesterberg een splinternieuw museum, een luchtvaartmuseum. Daar hangen vliegtuigen, waaronder vliegtuigen waarin ik gevlogen heb. Het is een prachtig museum. Het is zeker de moeite waard om er naartoe te gaan. Dat is het nieuwe luchtvaartmuseum in Soesterberg. Op de oude vliegbasis Soesterberg ook. Oh, dat lijkt me heel interessant om daar naartoe te gaan. Ja, dat lijkt me echt interessant. Dat gaan we ook zeker eens een keertje doen. Ik zeg, ik ben ook regelmatig al bij die club Historic Flight geweest, regelmatig rondgewandeld. En dat vind ik toch ook altijd interessant en leuk. Afijn, je weet, ik heb wel enige betrokkenheid met vliegtuigen en vliegdingetjes. Dus ja, dat trekt me altijd wel. Ga ik zeker doen, Eef. Moet je doen, Jurgen. Er is ook een Belgische kolonel, hoor. Die heeft ook een aantal historische vliegtuigen, waaronder een Fiat uit de Tweede Wereldoorlog. Hè. Erg leuk. Ik geef jou gelijk de microfoon retour. Ik ben weer luisterend, hè, van PD3EF. Oké, PD3EF, ON3EVB. Ga ik even luisteren of er nog inmelders zijn voor de Koningsronde 2016. Dit is ON3EVB. Papa Delta 4, afzullen maar. Papa Delta 3 of 4, Alpha Zulu Mike. Jurgen, Papa Delta 4, Alpha Zulu Mike. Even een vraagje, die frituur die is overgenomen door Chinezen? Daar ligt eraan welke Eugène bedoelt. Ik kom er eigenlijk nooit bij Eugène, maar er hebt er eentje in Weelde gezeten en volgens mij is die afgestoten door hem. Dus ik denk, daar zullen waarschijnlijk Chinezen in zitten, maar hier in het dorp, dat weet ik niet. Nou, ik was de laatste, die nieuwe frituur, zou ik zeggen, die hoek, die spitse hoek. Heb ik laatst wat gegeten en ik denk, hey, Chinezen, zijn er de Belgen uit dan? Ja, helaas. Dan zal daar ook wel game over zijn. Wat jammer is, ik weet niet of jij in Oud-Turnhout aan de rechterkant dat friettentje kent. Dat is zo'n frietkot eigenlijk. Dat was vroeger eigenlijk een hele goeie, hè. Maar daar zitten nou ook Chinezen in, dus dat is ook gedaan. En als je nou echt
eigenlijk de beste in de omgeving, dat is Bax. En die zit er op het kruispunt van Wilde. Die zul je ook wel kennen, Twan. Ja, die ken ik wel, hè. Ja, die ken ik wel, joh. Hey, verder veel succes met ronde, jongen. Het gaat goed, hè. En maak er nog iets moois van. Dat lukt jou wel. Ja, oké, dankjewel, Twan. We spreken elkaar. PD4AZM. ON3 EVB, die luistert naar inmelders voor de Koningsronde 2016. PA0, Papa Alpha Mike. Klopt dit? Ja, dat klopt. Goedemiddag. Naam is Theo, QTH is Harmelen. En ik wil me toch eventjes inmelden. Is dit een iets nieuws deze ronde? En zit er nog een speciale QSL-kaart aan? Dat was eigenlijk mijn enige vraag. Zeg succes. Ja, Theo, helaas. De ronde is pas ontstaan. Het idee tenminste gisteravond, vrij laat. We zijn gestart om 12 uur. Helaas zit er geen QSL-kaart aan vast. Wat wel de bedoeling is, en de vraag ook al een paar keer gesteld is, om dat volgend jaar weer te doen. Dat wil ik graag organiseren zelf. Ook was al gevraagd om contact op te nemen met de Rijksvoorlichtingdienst, of er wat speciaals mogelijk is. En waar ik in ieder geval zeker voor ga zorgen is dat er dan speciale QSL-kaarten zijn. Hè? Ja, dat gaan we allemaal regelen. En natuurlijk, volgend jaar is het helemaal speciaal, want dan wordt onze koning 50 jaar. Dus misschien moeten we allemaal wel een pop in zijn tuin gaan zetten, hi. Zou ook grappig zijn. Goed Theo, de mic even retour aan jou en dan gaan we verder. Ja, oké. Okay. Goed, bedankt voor de informatie. Ik vind het een heel leuk idee. En zeker als je volgend jaar, als die 50 wordt, een speciale QSL-kaart. Dat is inderdaad een fantastisch leuk idee. En nog een tip voor jou. Als je nog eventjes doorgaat, dan denk ik dat je je PHCC wel bij elkaar kunt kletsen. Zeg succes en dan bedankt voor het QSO. Bye bye. Ja, dankjewel. Hè. Goed. Ja, oké. Okay. Goed, dan ga ik nog even uitluisteren naar inmelders voor de Koningsronde 2016. Dit is ON3JVB. ON3JVB, Papa Delta 3, Tango Bravo. Uit het wonderschone Wiel bij Toetinchem in Gelderland. Goeiedag, Papa Delta 3, Tango Bravo. Leuk je te horen. Ik geef de mic even retour naar jou. Nou, het is hier droog, dus als ik naar buiten kijk, het regent niet. En het heeft in Zwolle ook niet geregend, dus daar heeft het ook niet geregend. Hier in Gelderland ook niet. En Zwolle hoort bij Overijssel, hè. Aan de kant van Nederland, maar ik zit in Gelderland, bij Doetinchem. Dit is Papa Delta 3, Tango Bravo. Voornaam is Theo. En leuke ronde heb ik. Ik had gisteren al gehoord. Ik denk, ik ben nu voor. Laten we even kijken als de professor. Hey, jullie zijn erop. Groeten. Tot de volgende keer. Delta 3, Tango Bravo. Dankjewel. Hè. Sorry. Goed. Ja, nee, hier heb ik net nog gehageld in België. Ja, hagel. Nou, dus ik denk dat het overal zo'n beetje heel wisselvallig is. Hè. Goed, ga ik nog even luisteren naar eventuele inmelders via de Echolink. Dus daar gaan we eventjes ruimte voor laten. Nee, oké, het is stil op Echolink. Dan luister ik nog even uit of er nog inmelders zijn die met de radio uitzenden. Hi, dit is ON3JVB met de Koningsronde van 2016. Echo Mike Charlie. Goeiedag, Echo Mike Charlie. De prefix heb ik niet gehoord. Deze keer liet ik hem ook weg, PD2 EMC. Je doet het goed. Ik heb me al ingemeld eerder. Nou,
trein weer open. Ik denk, is hij nog steeds bezig vanuit België. Hoeveel heb je er al gehad? PD2, EMC, ON3, JVB. Is dat nou zo belangrijk? Net even geteld heb, zit ik ongeveer op de 75. Dus, dat is even maar een ruwe schatting, moet ik zeggen. Maar het zijn er toch redelijk wat. Ja, dus, goed. Dan maak ik even retour naar jou, PD2 EMC. Bravo. En het is niet belangrijk hoeveel het er waren. Gewoon uit nieuwsgierigheid, die persoon die tussendoor. Nee, leuk. Top dat je het doet. Leuk dat je de mensen aan de mic krijgt. En ga door. Ik blijf luisteren, PD2 EMC. Ja, PD2 EMC. We zijn al meer dan 2 uurtjes bezig, dus dat valt niet tegen, moet ik zeggen. En het idee is natuurlijk al geboren om het volgend jaar te herhalen. En dan wat uitgebreider, Dus ook wel leuk dat mensen het een leuk initiatief vinden. Het is zomaar spontaan ontstaan gisteravond zo. En wel een goed idee natuurlijk. En ik ben benieuwd. Gaan we er in ieder geval voor inzetten om er volgend jaar iets speciaals van te maken. Goed. Ga ik nog even luisteren of er mensen zijn die iets te melden hebben. Dus ON3 EVB. PD1, bravo Mike. Goedemiddag. Goedendag, PD1, bravo Mike. De mic aan u. Ja, prima. Hè? Ik heb de call niet meegekregen van jou trouwens, maar... ging even... Ik zit in België, neem ik aan. Naam is Bert hier. Bravo Echo Romeo Tango. De call PD1, bravo Mike. Ik heb niks met de Koningsdag of zo, maar ik denk, ik meld me toch even in. Hè? Vandaar even. Microfoon weer even retour, over. Ja, oké. Papa Echo 1, bravo Mike. De call hier aan deze kant is Oscar November 3. Juliet Victor Bravo. En de naam is Jurgen. Vandaar. Goed. Dankjewel voor het inmelden in ieder geval. Dan ga ik nog even luisteren of er nog meer inmelders zijn. Dit is ON3 EVB. Ja, één moment. Jurien, dat ging negatief, hè. De call is Papa Delta 1. Bravo, Mike. En geen Papa Echo, Jurien. Succes. Bye-bye. Ja, oké. Hersteld. Papa Delta 1. Bravo, Mike. Goed. Dankjewel, Bert. Goed, zijn er nog mensen die iets te melden hebben of het eigen willen inmelden? ON3 EVB. PD1, Zulu Oscar November. Tak, linkshondig. PD1, Zulu Oscar November. De mij aan jou, dit is ON3 EVB. Ja, dankjewel ON3 JVB. Jurgen, ik ken je wel. Ik luister vaak op deze repeater. Ik kom er zelden op uit, maar ik luister graag mee. De vaste clan ken ik je wel. Leuk dat je dat op je genomen hebt om deze koningsronde spontaan te starten. En je hebt al aardig wat inmelders voor de eerste keer dat je doet. Zou ik zeggen complimenten. Dus ik zou zeggen, hou vol en volgend jaar, als je het dan wat officiëler gaat doen, zie ik met belangstelling uit naar eventuele QSL-kaarten en noem maar op. Succes met de ronde en ik luister met belangstelling mee. De naam hier is Arthur Alfa Romeo Tango, Hotel Uniform Romeo QTH Hilversum Zuid, nabij vliegveld Hilversum. En wil je meer weten over mijn eigen ronde op PI6TEM, die is vanavond woensdagavond. En die gaat gewoon door, ook op deze Koningsdag. Toets dan mijn callsign in, Papa Delta 1 Zulu Oscar November op qrz.com. Jurgen, succes met de ronde van PD1 ZON. Over. Ja, Arthur, dankjewel voor het inmelden. Ga je later deze dag eens even kijken en misschien kan ik jouw ronde, ik weet niet of ik die kan meeluisteren, hè? Dat weet ik niet of dat gaat lukken, maar dat gaan we in ieder geval proberen. Ja. Inmelden via internet kan ook. Dat mag dan bij
Oscar November 3 Juliet Victor Bravo apenstaartje gmail.com. Ik heb al eventjes berichten meer via internet zien verschijnen, maar goed. Dan ga ik luisteren of er eventueel nog inmelders zijn. Dit is ON3 JVB met de Koningsronde 2016. Papa Delta 2, Yankee Mike Echo. Goedemiddag, Jurgen. Papa Delta 2, ik was te traag met opschrijven. Kun je je call nog eens een keer herhalen? Doe ik met genoegen. Dus Papa Delta 2, Yankee Mike Echo. Naam is Ime, locatie Grauw. Ja, goeiedag. Papa Delta 2, Yankee Mike Echo. Goed. Dan mic even aan jou. Ik weet niet of je wat te melden hebt of iets aan het doen bent. Dan horen we dat graag. Nou, dat doe ik ook graag, hè. Allereerst mijn complimenten voor het leiden van de ronde, hè. En ik was 12 uur ook al even aanwezig op deze frequentie. En sinds een kwartiertje ben ik hier weer. En ik denk, hé, die ronde is nog altijd bezig. Ja, het is op zichzelf al een felicitatie waard, Jurgen, dat je zo lang een ronde kan leiden. En dan ook nog... Ja, niet te veel voorbereiding gedaan, heb ik begrepen. Het is spontaan opgekomen gisteravond. En dat is... Als het nu weer dicht. Heel veel informatie gehoord. Ook over verschillende typen vliegtuigen en dergelijke. Ook Echo Foxtrot. Stond ik ook verbaasd van dat hij zoveel informatie kon geven. En ook wel leuke tips gekregen om eventueel eens even een bezoekje te brengen hier en daar. Om nog eens wat spulletjes te bekijken. Ja, het is al met al een hele interessante koningsronde, vind ik. En dan ook nog wel uit het Belgische, met een Belgische call, Jurgen. Het is onvoorstelbaar. Misschien lopen we al wat vooruit dat het Koninkrijk weer uitgebreid wordt, hè, met een deel van België. Dat zou ik dan wel heel erg leuk vinden, dat Vlaanderen weer bij het Koninkrijk kwam, Jurgen. Maar dat is een persoonlijke mening natuurlijk. Oké, nogmaals succes. En volgende jaar misschien weer. Je weet het allemaal maar nooit. Maar dit hebben we maar mooi voor elkaar gekregen. Hi. Oké, ON3, JVB... Een prettige dag nog en voor iedere luisteraar die aanwezig is op deze frequentie, wat je ook doet vandaag, maak er iets leuks van, hè. Dit is Papa Delta 2, Yankee Mike Echo vanuit een zonnegrauw in Hartje Friesland. Bye bye. Ja, Papa Delta 2, Yankee Mike Echo, dankjewel voor het inmelden en het hart onder de riem, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, volgend jaar dat moet wel iets speciaals worden. Dat vind ik dan wel, hè. Dus daar zal ik mij eens voor inzetten. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Ik vind het zelf ook wel grappig om te doen, zo'n ronde leiden. Ik zeg, voor mij is het allemaal een beetje nieuw, maar vooruit. Ik heb het idee dat het redelijk gaat, dus... leuk. Even kijken, zijn er nog inmelders voor de Koningsronde 2016? Dit is ON3 JVB. Toen was het even stil. Dan moet ik een verhaaltje gaan vertellen, ik weet zo snel niet wat. Even kijken. België. Dankjewel Bas. Doet me eraan denken, hè, dat België een D-Star repeater heeft, of een D-Star satelliet de lucht in heb geschoten. Hè. Dat heeft even niks met Koningsdag te maken, maar dat is wel leuk, hè. Informatie erover vind je trouwens op de site van de UBA, van de Belgische zendamateurs. Hè. Daar staat veel informatie over die OEFT 1 op. Ik weet niet of iemand daarop wil reageren. Dit is ON3 JVB.
Goed, ON3 JVB. Ik ga toch nog even luisteren, dat valt een beetje... Portabel, thuis. Ja, ik ben weer thuis. Prima, je doet het nog steeds goed, Jurgen. Mijn hoef je niet meer op te schrijven, want ik sta er al lang in, hè. Vanuit het centrum Utrecht heb ik gewandeld en daar ging het uitstekend, Jurgen. Spapa Delta 2 Hotel Papa Echo wenst iedereen ook een hele prettige middag. DX, Sporadic E, now up to 6 meters. Hey Piet, als je die een dame. Hoi Piet, ook de shit. Gelaten heeft. Ja, er zat even iemand dubbel met je, Jurgen. Ik weet niet wie dat was. Ik kon hem niet thuis brengen. Maar dat weet hij zelf wel. Ja, Piet, de mic even aan het station waarmee ik dubbel zat. Over. Ja, je was nog niet uitgesproken, Jurgen. Of Piet kwam er al in. Ja, oké, Piet mag dat, hè. Piet, heb je Barretta niet op je schouder zitten, joh? Nee, die zit in zijn kooi, want hij had... hij had op mijn shirtje een poepje gedaan. Nou, dat is niet leuk. Nee, heb ik even moeten wassen. En ja, en laten drogen, hè. Maar ja, prima. Nee, hij zit in de kooi, in de shack. En dat is een kamertje hiernaast. Ik zit nou even rustig, lekker eventjes... Gewoon in een luie stoel. Prima, joh. Nou, je gaat lekker door met de ronde. Ik heb een heleboel gehoord, dus dat is leuk, joh. Prima, Jurgen. Maar ik heb een leuke fietstochtje gemaakt en ik heb even een poosje gewandeld. Nou, het is me goed gegaan. Hè. En ik zeg al, nee, het is eerlijk, hoor. Er was er eentje die had er indruk. Dat moet hij weten, dat hij een bui regen op zijn donder gehad heeft. Maar ik heb hoogstruit... een paar spijtjes gehad, ja. Echt, zonder meer. Ik ga er niet om liegen, want het geen nut. Ja, en iemand die me verleugenaar uitmaakt, nou die telt bij mij niet. Goed, hé, hey, prettig verder met de prettige ronde en hoor je weer. Ja, oké Pieter, ik had het ook gehoord, hè, dat die beste man waar regen dan over zijn eigen heen had gehad. Maar het kan, hè, het zijn maar hele plaatselijke buitjes, hè, dus ja... 1 of 2 kilometer kan het verschil maken natuurlijk, hè. Goed, ga ik nog even luisteren. Zijn er nog inmelders voor de Koningsronde 2016? Dit is de ON3 JVB. You got mail. Test 1, 2. Ja. Ja, you got mail. Ik heb hem nog niet binnen, maar dat zal zo wel komen. En test 1, 2, je call alstublieft, zo in 3 EVB. Jurgen, zit ik alleen? Ja hoor, jij hebt hem, pak hem maar. Nou oké, dit is Jan, PD7JT, nog steeds in de Efteling, Roger. Ja oké, je bent goed te nemen. Ben je op hoogte of ben je gewoon... het wandelen ergens en waar zit je ergens precies in de Efteling? De Efteling ken ik eigenlijk wel als mijn broekzak, dus daar ben ik benieuwd naar. Ah, even kijken, een mail van Robert Faber. Goeiedag Robert. Even kijken, de mic even retour aan het station in de Efteling. Ik ben de call even niet vergeten, maar goed. Het station uit de Efteling. Kom maar retour. Ja, wel. Ja, dat was PD7JT, hè? Jan aan de mic. En we gaan nu richting de Python, Roger. Oké, dan ben ik benieuwd. Als je in de Python zit, als je bovenin bent, dan geef maar een gilletje, hè? Ik geloof dat ding 30 meter hoog is. Dus dat gaat in ieder geval boven de bomen uit. Dus dat moet wel lukken, hè? Je moet hem wel goed vasthouden dan, hè? Hai, PD7JT. Ja, oké, Jurgen. Maar het valt mee met de drukte hier en ja, af en toe een heel klein beetje regen. Maar het is allemaal goed te doen, hè. Okidokie. Maar ik ga het hem loslaten, want ik sta zo in de rij en ik ga dat ding bovenin niet indrukken. Hè. Dadelijk dan vliegt hij uit mijn handen.
Mike retour. Ja, oké, Jan. Ja, als je boven bent heb je best wel even tijd om het ding weg te stoppen, hoor. De eerste bocht, dat duurt toch wel heel eventjes, hè? Ja, het ligt er trouwens aan of je voor of achterin zit. De beste plek die je kan hebben in de Python is overigens achteraan, hè? Zo ver mogelijk achteraan. Dat is het leukste om mee te maken. Vooraan, dat vond ik nooit niet zo spectaculair. Dus even een tip voor jou, Jan. De achterste stoeltjes zijn de beste. Goed, dan ga ik nog even luisteren. ON3 EVB, met de Koningsronde 2016. TD0 RBO. TD0 RBO. Gehoord. De mijk aan u. PD0 RBO. Ja, lekker thuis. En bezig met de hobby. Dus ik denk van, ik meld me toch nog even in. Want ik zag op Facebook dat er een koningswonder was. Dus ja, je moet wat met dit weer, hè. Dus, maar goed. Lekker met z'n allen thuis. En met Playmobil en ik en een hobby. Dus we vermaken ons. Mike, terug naar jou van PD0 RBO. Ja, oké. Dankjewel voor het inmelden. PD0 RBO. Dus ON3 EVB. Even kijken, we krijgen hier nog een mailtje binnen van RH Verkuil. Even kijken dat we de goede muis te pakken hebben. Dat is hier nogal eens een probleem. Even lezen, dat gaat over de opsomming van de vliegtuigen die Evert noemde. En dan mist hij volgens hem de Fokker F-28. Ik weet niet of Evert er nog is en of die iets kan vertellen over de Fokker F-28. Die heb rondgevlogen rond 1978 op Soesterberg. Maar ik dacht dat hij die vermeld had trouwens. Weet ik niet zeker meer. Evert, ben jij er nog? Jawel, ik ben er nog wel, PN3EF. Die heb ik niet vermeld. Omdat ik het niet relevant vond, niet belangrijk. Maar het Koninklijk Huis heeft ook gebruik gemaakt van de Fokker F-28. Is helemaal correct. Jurgen? Ja? Wie riep mij aan? Ik hoop dat het lager vermogen dat het eroverheen komt. Ben je in de ABL? Nou, die waar Evert het straks over had. 40A, de BHPBA was dat. Die is in februari, 25 februari 1947, aan Prins Bernhard overhandigd. En is 19 mei 1960 weer afgestaan en nog Rijksluchtvaartdienst. Als meetoestel. Daarna heeft Prins Bernhard heel vaak de PHPBF gevlogen. Dat is een F-27 propjet. Daarna is het regeringstoestel de F-28 gekomen, de PHPBX. En daar heeft Prins Bernhard ook de landachtig gevlogen. P1ABL, altijd raar van iemand. Ah ja, oké. Ik heb alleen de call niet goed verstaan. Het vermogen is inderdaad wel laag, maar het lukt. Kun je de call nog eens herhalen? Ik dacht dat het iets met Alpha Bravo Lima was, maar dat weet ik dus niet. Over. Jurk, heb ik ook al ingenomen. Papa Echo 1, Alpha Bravo Lima. Dat je haalt ik weer. Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Perfect. Goed, dan gaan we kijken. Zijn er nog inmelders voor de Koningsronde 2016? Dit is de ON3 JVB. Die luistert. JVD, kan je de signaal opnemen? PD5RKD. Ja hoor, kan het nemen. 22% over Breda. Ga je gang. Ja, er wordt al gezegd, RKD. Ja, oké, Jurgen. Dus ik heb de A3, Papa Delta 5, Romeo Kilo Delta. Ook live vanuit de Efteling, over. Ja, oké, hè. Dan word je zeker wel nap, hè. Of... Hè? RK, Papa de... AD? Jurgen. Veel, hè. Maar goed, ik... ...bij zit. RK, nee, uit Kaatsheuvel. Het valt heel slecht te nemen, heel slecht. Ik heb de call nog niet vernomen. Ik weet niet of iemand anders het gehoord hebt, toevallig. PD5 RKD. Ja,
oké, PD5 RKD. Ja hoor, vernomen. Dankjewel. Ik weet niet of je nog... Maar jij zat in Kaatsheuvel of zat je in de Efteling ook? Ik sta ook in de Efteling, Jurgen. Ik sta ook in de Efteling. Ik sta binnen bij het Witte Paard. Ah, oké. Okay. Ben je daar samen met Jan toevallig? Met Papa Delta 7, Julia Tango? Nou, ik ben er niet mee samen, maar we zijn elkaar net wat tegen. Oude bekende van mij. Ja, en die ben ik in ieder geval wat tegengekomen, Jurgen. Ik gooi het weer eventjes in mijn zak, want we gaan even een hapje eten. Maar ja, zeker wel weer tegen, joh. Dit was een A3, Papa Delta 5, Romeo Kilo Delta, uit Kaatsheuvel. Oké, okay, ja, grappig hè. 2 cent amateurs die rondlopen in de Efteling op Koningsdag. Heel grappig. Ik weet niet, zijn er eventueel nog inmelders, meerdere inmelders die in de Efteling rondlopen. Dit is ON3JVB. Voor inmelders vanuit de Efteling. Over. Nou, op dit moment niet, maar wel regelmatig deze week. Het is Papa Golf 4 Whisky. Op dit moment 500 meter vanaf de Efteling en ik zit lekker droog binnen. Hoi, Papa Golf 4 Whisky. Is dat correct? Helemaal. Ah, ook weer zo'n call. Papa Golf hoor je ook niet iedere dag. Leg eens uit. Heb je die call al lang? Dus ON3JVB? Ja, die heb ik al even hoor. Ja, het is niet zo'n vreemde call. Dat, die Papa Golf calls komen wel vaker voor. Net zoals Papa Hotels. Dus ik vind er niet zoveel vreemd aan. Ah, oké. Okay. Ik heb er alleen nog niet vaak met eentje gesproken. Dus bij deze de eerste keer dan, hè. Goed, lekker droog in Kaatsheuvel, hè. Leuk. Leuk dat je even inmeldt. Ik weet niet of je nog iets te melden had. Papa Golf, 4 Whisky. Dus ON3JVB. Nee, verder niet zoveel. Alleen wou ik even tegen Adrie zeggen, als hij dat ding nog uit zijn zak hebt. Ik zie je straks, jongen. Maar zorg er wel dat je droog bent. Want als je nat bent, kom je de camper niet in. Ja, ik denk dat Aad hem in zijn zak heeft gestoken, hè, want hij ging een hapje eten. Dus, goed. Ga ik nog even luisteren of er nog inmelders zijn voor de Koningsronde 2016? Dit is de ON3JVB. Is Papa Echo 1 in die Oscar November mobiel, Jurgen? Ik heb wel eens vernomen dat onze oude koningin... Juliana, als ik mij niet vergis, dat hij wel eens met een gewone lijntoestel ging vliegen. En het andere toestel vloog er dan achteraan, want ze had geen zin in dat propeller-trilding te zitten. En dan ging ze gewoon mee met een lijntoestel. Ik weet niet of iemand dat kan bevestigen. Maar dat is wat ik ooit wel eens gehoord heb. De ON3JVB, PE1 Ion. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of er iemand is die dat kan bevestigen. Oké. Okay. Niemand dus. Goed. Dan eens even kijken of er nog mensen zijn die iets te melden hebben of iets te vertellen. Een leuk verhaaltje, anekdote. Of anders, of er nog inmelders zijn. Dit is ON3JVB. PD7JT. Jurgen, ik sta in de rij hè, bij de Python. Hè. En ik wil dadelijk live verslag doen hè, van de gehele rit. Oké. Prima, lijkt me leuk. Daar kunnen we even ruimte voor laten, hè. Ik zou hem goed vasthouden. Ik zou ook achterin gaan zitten, hè. Dat op zijn minst. Ja, leuk. Roep maar ongeveer, hè. Als je zo, als je ongeveer aan de beurt bent, hè. Dan gaan we naar je luisteren. Lijkt me hartstikke grappig, Jan. Ja, hè, zodra dat ik erin zit, dan meld ik mij even in. Een minuutje of... Ja.
Ja, oké, okay, ja. Wat je wel even moet doen als je in... is dat ding niet echt in... Hè? Want die mensen van de Python die hebben het niet graag... dat je een fotocamera of iets in je handen hebt, hè. Daar moet je even rekening mee houden. Maar op de weg naar boven heb je tijd genoeg om uit je zak te pakken. Dat is even een tip. ON3 JVB voor de PD. 7 Julia Tango, maar dan andersom. Goed. Ik hoor het wel. Ja, oké. Goed, Jurgen, je gaat het zo horen. In ieder geval, als ik boven ben, dan pak dat ding wel. Ja, ik snap al wat je bedoelt. Okidoki. Dus ik ben er weer even uit en je hoort me zo. Mike, retour. Ja. Ik hoorde Mike retour, maar voor de rest heb ik dan niks van vernomen. Net Mike retour, maar voor de rest had ik daar niks van vernomen over. Mike de Boer. Goed, ON3 JVD. We zijn een beetje in afwachting van de... van Papa Delta 7, Julia Tango, die is in de Efteling en die gaat zo meteen een live verslag uitbrengen van een ritje in de Python. Dus even kijken of er inmelders zijn. ON3 JVB. Nee, goed. Dan zijn we even in afwachting. Dat zou misschien nog enkele minuutjes duren. Dus ik weet niet of er nog iemand is die wat te melden heeft. Misschien via de Echolink. Call voor het logboek. Ja, ik hoor de logboek, maar ik hoorde geen call. Ik zat er zelf tussendoor waarschijnlijk. ON3 JVB. ON3 JVB, Papa Alpha via Mike November in het centrum van Drunen. Meld zich even in voor het logboek. Oké, okay, dankjewel. Papa Alpha 4, Mike November. Portabel of mobiel, dat weet ik niet. Even de mic aan jou. Dus ON3 JVB. ON3 JVB, PA 4MN Portabel. Ik loop in het centrum van Drunen. En zoals je kunt horen, is daar nog allerlei muziek vanwege Koningsdag. Dus blijf het nog even van deze kant. Hè. ON3 JVB, PA 4MN Portabel. Oké, okay, PA4, Mike November, portabel. Dankjewel voor het inmelden. Maar portabel ging het toch redelijk goed, moet ik zeggen. Dus eigenlijk geen enkel probleem, moet ik zeggen. Dus goed. Ik ga nog eens even luisteren. Misschien of Jan er al is, dat weet ik niet. Of anders andere inmelders. JVB, PA5ROB. PA5ROB, goedemiddag. Dat is ON3 JVB. De mic aan jou. Goedje. Gemeld. Een tweetje PD5ROB opgeschreven. Misschien dat je de QSL-kaarten, dat je gewoon een van de tekeningetje kan laten maken door even de laatste ruis die er nu zijn, of even de centenbedrijf die er nu zijn. En daar gewoon Prins Pils op zitten ofzo, of Koningsdag 2016. En dan via zo'n JPEG'tje ofzo, of via die QSL stuurt, of via de mail naar de verschillende amateurs die zich ingemeld hebben. Het hoeft niets te kosten, kost je geen postzegel, kost je alleen een tekeningetje. Nou, als het nog aangeleverd wordt, dan kost het helemaal niks. De rode pet, daar moet je nog even voor gaan, want je hebt hem dus niet elke week. Maar de oranje pet, die staat je prima. Eens per jaar, dat gaat hartstikke goed. Ben je aan 50 op, hoi. Ja, oké, dankjewel. Hè. Ik zal eens kijken wat ik kan doen hè, met het QSL-kaartje gebeuren. Ik zal er nog eens even over nadenken. Goed. Ik geloof dat Jan daar was. Klopt dat?
goed. Ja, ik zou eens even nadenken. Hè. Er was straks al ook gezegd van zet het in de Telegraaf of zoiets. Is ook nog een optie. Kunnen jullie hem allemaal zelf uitknippen natuurlijk. Maar goed, ik ga eens kijken of ik iets kan doen. Maar, dat horen jullie later wel. Geen enkel probleem. ON3EVB, die luistert. Test 123 via Echo Link, dus Oscar November 3, Romeo Echo. Goeiedag, Oscar November 3, Romeo Echo. Welkom in deze ronde. De mic even aan jou. Mensen, dit is een Echo Link station. De ON3, Romeo Echo. Inderdaad, Jurgen, dat klopt. Ja, ik had het gisteravond ook al gevolgd dat je vandaag de ronde zou leiden. En ja, ik luister heel veel mee. Ik luister meer mee dan dat ik uitkom op de frequentie. Maar in ieder geval, ik wou je toch even een compliment geven langs deze kant. Omdat ik luister ook al veel mee vanaf een uurtje of één vanmiddag. En het is toch redelijk professioneel hoe je dat doet. En ik wou dat toch heel even mijn complimenten richting jou. Vond ik dat niet mocht ontbreken, laat ik het zo zeggen. In ieder geval hier ook een Belgisch station, alhoewel je altijd zegt dat je geen Belg bent, dat weet ik. Ik eigenlijk ook niet. Ik ben geboren in Geleen, maar wel getogen in België, maar dat terzijde. In ieder geval, je doet dat zeer goed. Dat wil ik gewoon eventjes kwijt. ON3 Romeo Echo, ON3 JVB. Ja, oké, okay, dankjewel voor het compliment. Oscar November 3, Romeo Echo. Ja, ik denk dat we elkaar toch al eens vaker gesproken hebben, maar dat weet ik niet heel zeker. Hè? Maar in ieder geval niet vaak, dat klopt wel. Is dit correct, Oscar November 3, Romeo Echo? Oh, dan zit ik op verkeerde scherm op de spatiebalk te drukken. Waarom het zo lang duurde. Jawel, Jurgen, we hebben inderdaad al een keer of 4, 5 gemodelleerd. Hè. De laatste keer zal een tweetal weken of drietal weken geleden zijn. Ja, ik luister bijna dagelijks mee. Maar wat ik zeg, ik ben bezig met het bouwen van een webshop. En daaruit komt uit de speakers een beetje afleiding. Of in die zin, ik luister zo wat mee en ondertussen ben ik druk bezig met fotootjes en met teksten en met van alles op computer. Hè. Dus als ik iedere keer me moet inmelden, dan zoals nu zit ik naar een VU-metertje te kijken wat op mijn stem op en neer gaat. En dat leidt me altijd af van mijn eigenlijke werk. Hè. Dus vandaar dat ik het vrij druk heb of in die zin niet veel uitkom. In ieder geval... Leuk, ik wist niet dat er ook iets van log werd bijgehouden, maar ik denk van ja, daar moet ik dan natuurlijk ook wel bij zijn, dus ik denk, ik reageer heel interessant. Maar goed. Jurgen, nog een hele fijne voortzetting van de middag en ik ga hier zoals gewoonlijk weer een beetje verder tokkelen op de computer. Ik heb speciaal voor deze gelegenheid mijn headsetje aangesloten. Omdat het dan denk ik toch iets beter klinkt. Hè? Dus de volgende doorgang ga ik eens eventjes doen. Via de webcam. BD7JT. En de Pieter. En de looping. Oh mijn god. Kurkentrekker. Kurkentrekker. Oh, kurkentrekker. Oh, en het hagelt. Het hagelt. Oh jee. BD7JT. In de Python, in de Efteling. Jan gehoord, geweldige rit. Leuk ook dat hagelt. Goed, was grappig hoor. Groot feest daar. Goed, even kijken. De mic nog heel eventjes retour aan de ON3 Romeo Echo via de Echo Link. Dit is ON3 EVB. Ik hoorde hem bijna gillen hier, Jan.
Ja, dat is leuk, hè? Oh, dat is een beetje harder, zie ik. Ja, ik zit... Oh, dan moet ik wat meer afstand nemen of het ding stiller zetten. Ik werk nu met de Logitech C920. Ja, dat is echt te hard, hè? Ik zie hem hier klippen. Maar in ieder geval, het zal wat meer ruimtelijker klinken, hè? Ja, echt leuk, hè? Dat luiverslag. Ja, leuk JT gehoord. Stap nog een keer in, joh. Goed. Inderdaad, ON3 Romeo Echo, hij is inderdaad harder, ja. Maar irritant is het niet, hoor. Dus wat dat betreft valt het allemaal goed mee. Dit is ON3 JVB. Hey, deze heeft JT. Jurgen, had je het nog gehoord? Want het was net een keer zo bezig, maar ik denk, ja. Ik denk als ik boven ben, maar ik kan toch inknijpen. Ja hoor, vanaf de kurkentrekker hebben we alles een beetje wel kunnen volgen. Ik denk dat je net in de looping zat dat we het hier konden ontvangen. Ja, erg grappig. Op naar de volgende attractie zou ik zeggen, Jan. Goed. ON3 Romeo Echo, jij wou nog iets zeggen, dacht ik. Aan jou de meid, via Echolink. Ja, dat was echt leuk, hè. Dus ik heb hier ook... Ja, nee, dat is dan wat live verslag, hè. Dat is heel leuk, ja. Nee, Jurgen, ik ga hier ook, hoe heet dat, de microfoon in de lucht gooien of zoiets, maar dat mag ik dan wel niet zeggen. Want dan gaat de microfoon kapot, zeg even. Ja. Groetjes daar, Jurgen, en ook aan het station daar bij de Python, of Python, bij de Efteling. Is al jaren geleden dat ik daar eens geweest ben, maar dat ook weer terzijde. Ik luister mee en ik meld me vanavond nog wel even in, Jurgen. Tot straks. Oscar November 3, Romeo Echo, ON3, JVB, de groep. Kilo 5 Alpha Charlie, Charlie Mobile. Kilo 5 Alpha Charlie. Even kijken, ik heb de call niet goed opgeschreven, maar ik denk dat jij er bent, Adam. Klopt dat? Ja, klopt. Kilo 5, Alpha Charlie, Charlie Mobiel, momenteel in Amsterdam. Ik denk ik meld me even. Ja, goeiedag. Leuk jou te horen. Goh, je bent in het land. Gezellig. Ja, schappig. Welkom. Bij deze. Dit is de koningsronde van 2016. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. Kilo 5, Alpha Charlie, Charlie. Ja, leuk jou te spreken. Dit is ON3 JVB. Ja, ik ben hartstikke goed. We zitten hier op de Amstel. We hebben via Airbnb bij toeval een woonboot kunnen huren voor een paar dagen. En we kijken uit op de boten die hier rondvaart. Het is echt super gezellig. En ik had mijn HT meegenomen vanuit Texas en ik had hem al voorgeprogrammeerd. Ik doe hem net aan en hij werkt. Techniek staat voor niets. Kilo 5, Alpha Charlie Charlie. Papa Delta 2, Papa Kilo. Ja, Papa Delta 2 kilo, kilo als ik me niet vergis, ook gehoord. Ja, ik wens je een fijne dag, Adam, in ieder geval. En welkom op de ronde. Geef ik de mic even, Papa Delta 2 kilo, kilo als ik me niet vergist heb, over. Ja, goedemiddag iedereen. Eventjes Papa Delta 2, Papa Kilo. Peter uit Zuid-Scharrewoude, kop van Noord-Holland. En iedereen een hele goede middag. Ja, Jurgen doet het prima met de koningsronde, hè. Ik zit een heel tijdje mee te luisteren, heel geamuseerd. Ik vind het heel leuk, ook het verhaal daar vanuit de Python, hè. Dat was echt wel heel erg leuk, hè. Ook Adam, goedemiddag, daar vanuit Amsterdam, zoals ik het begreep, hè. Oké, eventjes kijken, microfoon weer even retour, Jurgen. Goedemiddag, ON3, EVB, Papa Delta 2, Papa Kilo, Zuid-Scharrewoude, Peter. Ja, oké, Peter. Schuif ik de mic nog heel even... Retour aan de Kilo 5, Alpha Charlie Charlie. Adam, ik weet niet of jij nog iets te vertellen hebt of in te brengen. Dan is dat altijd welkom. Kilo 5, Alpha Charlie Charlie, ON3 JVB. Hey, JVB. Ja, dankjewel Jurgen. Kilo 5, Alpha Charlie Charlie. Ik heb niet heel veel te melden. Anders dan dat ik altijd gezellig meeluister vanuit Austin op de Echolink. Ik vind het eigenlijk toch wel nerdy en enigszins leuk vind om dan hier de HT aan te zetten en gelijk op de frequentie te kunnen werken vanaf de boot. Dus. En ik luister gewoon gezellig even mee in de Koningsronde en nog een gelukkige Koningsdag toegewenst van de Texas-delegatie. Kilo 5, Alpha Charlie Charlie.
Oké, dankjewel Adam. Goed. Dan ga ik weer verder met inluisteren voor inmeldende amateurs voor de Koningsronde 2016. Dit is ON3 EVB. ON3, Victor Charlie Lima, vanuit beide Kalmthout en Harmony Schree ook. ON3, Victor Charlie Lima, is dit correct? De mic even aan jou, ON3 EVB, dit is ON3, sorry, ON3 VCL, dit is ON3 EVB. ON3 EVB, en de ON3 Victor Charlie Lima. De QTH is Heide Kalmthout en de naam is Lobo. Ik zou zeggen een gelukkige koningdag in Nederland. Ja, leuk hè. Dankjewel voor het inmelden. Goed. Ik weet niet, had je nog iets te vertellen? ON3 Victor Charlie Lima. Dan is de mic even voor jou. ON3 EVB. ON3 EVB, ON3 VCL. Nee, ik heb niks bijzonders te melden. Alleen vind ik het fijn voor hier te kunnen luisteren op de NOS. Kunnen we tenminste de Nederlanders klappen. Anders is het mooier. Maar nu gaan we prima. Oké, bedankt. En succes verder met de ronde. ON3 VCL gaat op achtergrond. Oké, Leo, dankjewel voor het inmelden. Hè. Leuk dat ik nog eens een ON3-station hoor. Hè. Ik heb ze niet geteld, maar ik heb er wel enkele ON-stations gewerkt vandaag. Dus dat is wel grappig, vind ik zelf. Goed, ga ik luisteren of er nog meer inmelders zijn voor de Koningsronde 2016. ON3 EVB vanuit België dus. Deze kant weer, Papa Delta, Romeo, Voice Call, ook weer vanuit Efteling, over. Oh, daar zaten wat piepjes erin en rammeltjes. Kun je dat nog eens herhalen? Papa Delta heb ik vernomen. Papa Delta, Romeo, Kilo, Kato. En ik zit momenteel op de kaartheuvel in de Efteling, Jurgen. Ah ja, PD2, RKB. Ja ja, gehoord vanuit de Efteling. Goeiedag. We hebben net een uitzending gehoord, ik weet niet of jij die hebt gehoord, van de Julia Tango vanuit de Python. Ik weet niet of jij van plan bent om ook nog in spectaculaire attracties te stappen, anders zullen we daar graag horen over. Nou ja, ik weet niet wat we gaan doen. Nee, we lopen hier al een aardig tijdje aan BJP, Jan, die ken ik ook. Die kennen persoonlijk heel erg goed. Dat deed er als jouw plaatsgenoot. Bradley, hè? Daar hebben we dan over gehad. Nou, dat was niet, Jurgen. Ja, oké, hè. PD2, RKB. Ik moet zeggen dat het even heel moeizaam gaat. Maar goed, vooruit. Dat maakt niet uit. Maak de pret niet drukker. Goed, ON3 EVB. Die luistert nog naar inmeldende stations. De Koningsronde 2016. Goedemiddag van Papa Alpha 3, Golf Lima, Quebec. Goedendag, Papa Alpha 3, Golf Lima, Quebec. Dit is ON3 EVB. De mic aan u. Ja, oké, old man. De naam aan deze kant is Wil, Whiskey Nia Lima Lima. QTH is Beringen en dat is in de driehoek Eindhoven, Weert, Venlo. Regio De Peel. En hier in het Noord-Limburgse regent het, hè. En net nog een flinke hagelbui gehad, dus het zal elders in het land niet veel anders zijn. Ja, ik luister al een heel poos mee, omdat ik ook aan het hobbyen ben in de check, hè. Dus ja, ik zou zeggen, leuk initiatief en ga door. ON3 JVB, dit was PR3 GLQ. Ja, Wil, PR3, GLX, Golf Lima X-ray. Mijn excuus. Ik moet zeggen dat hier nou even de zon schijnt, maar het heb hier ook al gehageld, dus het is waarschijnlijk overal heel erg wisselvallig. Hè? Dus, maar ja, het is natuurlijk een contrast. Hè? De zon schijnt, dan weer regen, dan weer hagel. Ik heb alleen onweer heb ik nog niet gehad. Maar als ik hier onweer krijg, dan,
Ja, dan moet ik eventjes wat dingetjes uit gaan voeren. Dan moet ik eventjes wat antennetjes losgooien en wat antennetjes aankoppelen. En dan gaat in ieder geval voor mij de ronde gewoon door. Dus wat dat betreft ben ik niet al te bang. En staan er mijn antennetjes ook nog onder het dak. Dus wat dat betreft mag het gaan onweren. Maar ik denk dat het dan veel luisteramateurs af gaan haken. Of luisteraars in ieder geval. Dus dat is het enige wat ik dan eventueel zou moeten doen. Maar ja. Daar hopen we maar niet op. Ik heb het weer nog niet bekeken. Op Meteo Times kijk ik altijd. Daar staat zo een vrij goed overzicht van allerlei dingetjes. Hè. Onweer, wind, warmte, alles staat er op één pagina. Dus dat vind ik wel gemakkelijk. Ik weet niet of mensen die site wel eens gebruiken. Hè. Meteo Times schrijf je dat. En dat vind ik eigenlijk een hele fijne site. Goed, dan wil ik nog even de luisteraars niet vergeten. Die kunnen er eigenlijk altijd nog inmelden via Oscar November 3, Juliet Victor Bravo apenstaartje gmail.com. En dan hoor ik het wel, hè. Goed, even kijken. Eens even zien of er eventueel nog inmelders zijn. Dit is ON3 EVD. Papa Delta 7, Romeo Bravo. Hey, goedemiddag, Papa Delta 7, Romeo Bravo. Dit is ON3 EVD aan u de mic. Ja, goedemiddag. Dit is Papa Delta 7, Romeo Bravo. Ik zit al een tijdje te luisteren. Ik denk toch maar even inmelden. De naam aan deze kant is Robert. En de QTA is Vlaardingen. En ik wens jou ook nog een fijne dag verder vanaf deze kant. Ik luister nog even op deze repeat erover. Ja, dankjewel Robert, PD7RB, voor het inmelden. Dus we zijn al een paar uurtjes bezig, moet ik zeggen. Het verbaast me eigenlijk dat er toch zoveel de inmelders zijn. Ja, goed, vind dat leuk. Even kijken, ik moet heel eventjes één minuutje naar beneden. Ik weet niet of iemand eventjes de honneurs waar wil nemen. Want mijn telefoon is gegaan en die heb ik hierboven niet in de check liggen. Dus goed. Ik weet niet. Kan iemand het heel eventjes, één minuutje, eventjes overpakken van mij? Doe gelijk even een sanitaire stop. We hebben dat ook gehad van PD7RB. Ja, oké, hè. RB, dat ga ik even doen. Hè. Ik ben zo retour. Ja, dat zat ik ook al aan te denken. Als je zo lang zit, dan moet je toch al snel. Dat is wel lastig, hè, katheter. Zal wel een grote barbecue worden daar ook. Nou, het is nou geen weer voor een barbecue, hoor. Het is wel te nat buiten. Nee, maar dat waren ze plannen binnenkort. Even niet meegekregen. Ik heb nog niet de hele tijd mee zitten luisteren. Dit is overigens Papa Golf 4 Whisky. We praten de tijd maar even vol totdat Jurgen weer terug is. Dan kan hij zo meteen weer rustig verder met zijn ronde. Ja, dat klopt. Hè. Hij houdt het lekker vol in ieder geval. En er is genoeg animo van P1JI. Goedemiddag, Johan. PD5JL. Dag Patrick. Hoe is het, jongen? Ja, oké, ik hoorde nog een hele hoop meer inmelden. Ja, goed, Johan, goed, hè. Het is hier al zonnig, hè. Het is hier lekker zonnig, Johan. Heel af en toe even een buitje, maar het is momenteel zonnig, joh. Dus ik zit ook al een tijdje mee te luisteren, hè. Jurgen, die doet het hartstikke leuk, hè. Ik heb me eerder vandaag al eventjes ingemeld. Ik zit ondertussen even lekker mee te luisteren, joh. Dus ik begrijp eruit dat jij nog op de Efteling zit. The time is 3 p.m. Papa India 2, November Oscar Sierra. Nou, op dit moment zit ik niet in de Efteling, want we slaan een dagje over. We zijn hier al heel de week, Patrick. Dus vandaag een dagje overgeslagen, misschien morgen. We zijn al een paar keer helemaal verteerd geregend. Dus ik dacht, vandaag maar even een dagje overslaan. Ja, helemaal rotzooi, Johan. Papa Golf 4 Whisky, Papa Delta 2 Tango Kilo. Ja, Kaatsheuvel in ieder geval, hè. Ja. Ja, het is inderdaad een beetje twijfelachtig weer om daar een beetje rond te gaan wandelen, hè.
inderdaad, joh. Goed, Johan. Ik leg hem weer even aan de zijkant. Ik luister weer even mee. Ik hoorde nog een paar inmelders. En misschien dat Jurgen zo direct alweer retour is. Misschien eventjes een sanitaire stop gemaakt tegelijkertijd. En nog eens even een drankje gepakt om de droge lippen te smeren. Microfoon maar even terug naar jou, Johan. Papa Golf 4 Whisky. Papa Delta 2 Tango Kilo. Hier is het hetzelfde signaal van PD17. PD5 Whisky Lima. PD5 Whisky Lima gehoord. Ik zal eens even kijken of Jurgen alweer terug is. ON3. Ik ben eigenlijk je suffix kwijt. Ben je alweer retour op de frequentie? Dit is Papa Golf 4 Whisky Portabel. Dat is JVB, Johan. JVB Jurgen van België. Juist, Jurgen van België. Inderdaad, Johan. Goedemiddag, PD5 RKD. Vanuit Efteling. Ja, had ik al gehoord, hè, dat je in de Efteling zat. Dus, zodoende. Ja, wij hebben vandaag een dagje overgeslagen, want Corrie die zegt van, veel te koud en te nat. En we gaan morgen wel weer kijken of het nog lukt. En anders zijn we, vrijdagochtend zijn we weer vertrokken. Ja, ik had het kan wel zien staan, Johan, op Facebook, hè. Ja, dat je tot vrijdagochtend hier in Kaatsheuvel vertoeft. Dan ging je weer verkassen. Ja, nou ja, mooi man. Maar ja, je ziet ons in ieder geval vanavond wel. Hoe laat begint het feest, Johan? Ja, weet ik veel. Uur of half acht of zo, 8 uur. Koffietijd? Koffietijd, ja, nou prima joh, prima. 7 uur, half acht. Ja, nee, dan zijn wij bij raad, hè. Ja. Dit is overigens Papa Delta 5, Romeo Kilo Delta, Poort Wolf vanuit de Efteling. Dus, nou oké, jij ziet ons wel verschijnen, Johan. En Corrie ook, de groeten 73 van PD5 RKD. Ja, klopt hè, als ik het zie, ziet zij het vanzelf. Maar even kijken of Jurgen dan weer terug is. Jurgen, ON3, JVB, Papa Golf 4 Whisky. Blijft langs wel of stil. PD5WL, poging nummer 3. Ja, sorry, ik ben de rondeleider niet. Hè. Ik praat alleen maar de tijd even vol omdat hij eventjes een sanitaire stop aan het doen was. Was dat PD5WO of WL? Dat heb ik even niet meegekregen. Ja, dat hij even weg was, was precies een mooie gelegenheid om even iemand anders op te roepen. Het is Papa Delta 5 Whisky Lima. De naam is Wijnand, QTA is Maarsen. Ik was eigenlijk op zoek naar PD3DJS. Ben benieuwd of hij aan het luisteren is. En zo ja, of hij even lokaal QSY kan gaan. Dank voor alles stil. Dankjewel, heren. DJS bedoelde, denk ik. Even kijken. En dan zit jij hier nog, PD3DJS? Ja, gaan we even QSY, Wim. Goed zo, 433350. Duurt een paar minuten voordat ik er ben. Ja, Roger. Uniform weer in de mobiel. Jurgen heeft een sanitaire stop in plaats van een sanitair stopje. Maar goed, we zullen het zo meteen wel horen. Die meldt zich vanzelf weer in. Dus bij A3 Hotel Golf Uniform mobiel. Ja, ON3 EVB. Naar nog een bakje koffie te hebben gepakt en inderdaad een sanitaire stop te hebben gemaakt, ben ik weer retour. Ik weet niet, Robert, waren er nog mensen die ik op de lijst bij kan schrijven? Even de mic aan Papa Delta 7, Romeo Bravo. Is iemand voor een rapportje, die panel weer zo?
wat, maar het klinkt ook goed. BNSO dacht ik, hè? Van PADH, geen mobiel. Prima, nou dat was even mijn vraag. Ik heb hier een setje van een ander amateur liggen en ik ga even kijken of het werkt, maar zo te zien wel. Zeg eens wel een goede reis verder en bedankt. Goed zo, klinkt goed. Ja, niks wat te missen, hè. Dus zeker in de auto is dat vaak gewoon een punt, hè? Maar goed, in dit geval niet. Succes ermee. PNL BNSO, PA3HG, uw mobiel en stuur ik de microfoon weer terug naar Jurgen, hè. ON3 Juliet Victor Bravo, voor u de mic. Ja, dankjewel hè. Er is ON3 Juliet Victor Bravo met de Koningsronde van 2016. Waren er nog mensen die tijdens mijn afwezigheid er hebben ingemeld? Dat zou ik graag horen. Dus de mic even los. Inmelden station, de mic aan jou, de call. Ja, ik heb me al ingemeld, Jurgen. Goedemiddag. P1ABL, Alfa Bravo Lima. Ik heb nog een klein verhaaltje van de Werner. Ik zal een korte doorgang maken, dan weet ik dat het in ieder geval overgekomen is. Ja, het verhaaltje van Soesterberg hebben we niet helemaal kunnen volgen dan straks, hè. Dus dat mag je van mij nog een keer proberen, hoor. Geen probleem. Ja, wat betreft de vliegbaas, de voormalige vliegbaas Soesterberg, die werd door het Koninklijk Huis ook ontzettend vaak gebruikt. Het regeringsvliegtuig ging daar vaak weg en kwam daar terug. Zo ook prinses Beatrix nu, toen koningin Beatrix. Even kort, even een keer, want ik weet niet of mijn portefeuille het nog zo lang uithoudt. Ja, oké, vooralsnog ging het goed. Was alles goed te verstaan. Ja, dat op een gegeven moment de koningin Beatrix terugkwam met de PHBBX. Nee, niet te waar, nee. De PHBBF was het toen, dat was een propjet vliegtuig. En ze nam wat meubeltjes gekocht in het buitenland en er werden lakens overheen gelegd. Nou, belangrijke mensen en minder belangrijke mensen groeten haar natuurlijk bij terugkomst en ook wat andere mensen met de douane die daar present was en we wilden graag de douane wat vangen en vroeg aan een man, moet je niet even onder de lakens kijken van wat daar zo binnengebracht werd. En heeft die man van de douane dat ook inderdaad gedaan over? Nee, natuurlijk niet, Jurgen. Natuurlijk niet, want hij wil natuurlijk graag op die post op Soesterberg blijven. Ja, begrijp ik, hè. Ja, leuk. Ja, ik zou dat zelf eigenlijk ook niet doen, ook al was ik dan bij de douane, hij. Oké, ja, prefer dat... Ik wilde graag en heeft ook diverse vliegtuigtypes gevlogen. Dat vond u ontzettend leuk. Hij is inspecteur bij de krijgsmacht geweest. En ook na die tijd kwam hij nog wel eens op een vliegveld. En ook in Amerika. Ook de Nederlandse piloten en ook NATO-piloten een opleiding kregen in Wichita-Falls, Texas, Shepard Air Force Base. Misschien bekend bij Eve. En even een keer. Ja, oké. ON3 EVB even hier. Ik zie nog een inmelder. Papa Alpha 2 Bravo Tango Alpha. Die vraagt hoeveel inmelders ik ongeveer heb gehad. Ik ben het kwijt. Het zijn er, als ik moet schatten, denk ik dat het er rond de 100 zijn. En de NL13755, die luistert al een tijdje mee. Dus goed, dan maak ik even retour naar de ABL. Ik ben 80 is geweest, van een lage op een hoge, de hoge leeftijd natuurlijk. Even een keer. Ja, en hij ging vliegen. Wat in de voorraad, hij was flink gerust.
gebruikte helemaal geen handschoenen en daar ging natuurlijk iemand mee. Dat begrijp je wel. En dat verhaal ging daar natuurlijk de hele vliegbasis rond. Dat hij op hele oude leeftijd nog daar in een jet gevlogen heeft. Hoe lang weet ik niet, want hij was voor het leeftijd. Ja, leuk hè. Ik weet eigenlijk niet of onze koning ooit gevlogen heeft. Hè. Die zal wel ooit gevlogen hebben, maar of die zelf iets van een license zette, dat weet ik niet. Ik weet niet of iemand anders dat weet. Bij mij weten niet, maar dat kan ook goed anders zijn natuurlijk. Dat weet ik niet. Bij de 3EEF. Daar komt ie. Hebt hem ooit zelf gevlogen? Volgens mij toch? Ik weet het niet. Ik zou het niet weten, maar jij weet dat. Vast en zeker. Evert, de mic aan jou. Ja, inderdaad. En onze zijnde koninklijke hoogheid Willem-Alexander heeft een vliegbrevet. Een commercieel brevet. Het enige wat we doen is dat we hem op de rechterstoel zetten. En links, als de rechterman een instructeur is, hè, doen we wel. Fokker 70, Fokker 100 heeft hij een type rating op. En hij heeft een commercieel brevet. Dat is correct, dat heeft hij. Ja, al jaren. Hij was toch ook gevechtsvlieger, PR5 Rob? Ja, die Rob, even antwoord geven. Rob, hij mag niet in gevechtsvliegtuigen vliegen. Het risico is te groot. Hij mag dus wel zelf vliegen. Hij heeft ook in Duitsland helikopters gevlogen. Heeft hij ook leren vliegen? Heeft hij ook een aantekeningetje voor gehad? Dat vond hij leuk. Toen was hij heel erg jong, hè? Dus, maar gevechtsvliegtuigen is een eenmanskwestie en dat mag hij niet. Hij mag niet alleen vliegen. Nou, ik heb de foto's gezien voor internet. Dankjewel. Rob, laat je niks vertellen. Onze koninklijke hoogheid, foto's of geen foto's, mag niet alleen vliegen. Dat is ook logisch, want hij is van koninklijke bloeden. Ja, Roger. Eve, er bestaan toch ook twee zitters. De F-16, daar heb je toch ook twee zitmodellen van. Misschien dat die daar ergens mee op de foto staat. Dat weet ik niet, hè. Naast elkaar. Ja, oké, Jurgen. Ja, je hebt gelijk. Tuurlijk zal er een tweezitter mogen vliegen, mee mogen vliegen. Tuurlijk mag hij dat. Jawel, jawel, jawel. Het gaat erom dat er dan ook iemand bij zit die competent is. Hè? Zeer competent. En die is ook uitgezocht door de Rijksvoorlichtingsdiensten. Die vliegers, die worden uitgezocht. Oké, ja, dat klopt wel. Maar ik had erop een foto gezien dat hij in een jager heeft gezeten. Dat geloof ik ook, absoluut. Maar hij mag niet alleen vliegen in een jager. Nee, dat kan ik me eigenlijk ook voorstellen. Dat kan ik me eigenlijk goed voorstellen. Ja, ja. Maar leuk dat hij ook zijn brevet hebt, joh. Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat is interessant, vind ik. En nou ik erover nadenk, heb hij pas niet een vlucht gemaakt? En is die ergens mee geland dat hij wel achter... Jawel, toen zat hij ook achter de knuppels. Want toen is hij uitgestapt en toen is er nog gezegd van... Goh, we hebben die jongen zijn eigen snel omgekleed. Dus volgens mij is dat pas nog op tv geweest, als ik me niet vergis. Fokker 70 vliegt hij op dit moment, Fokker 70. En dat doet hij regelmatig. Ah, leuk. Ja, heel leuk. Goed. Ik zie dat Marco zijn eigen nog inmeldt uit het midden van het land, Meidrecht, via de e-mail. En dan wil ik nog eens kijken of er toevallig nog inmelders zijn voor de Koningsronde 2016. Dit is ON3JVB. PA9, Mike Delta, Mobiel op de A12. Hoi, papa Alpha 9, Mike Delta, Mobiel, de mic aan jou. Op weg naar festiviteiten of kom je er net vanaf? Dankjewel Jurgen, dit is PA9, Mike Delta Mobiel op de A12. Goedemiddag iedereen. Nee, ik ben niet onderweg naar festiviteiten. Ik ben daar vanmorgen wel geweest. In het wonderschone, pittoreske, zonovergrote wijkje bij Duurstede. Ik ben nu onderweg naar een kapotte computer bij mijn vader. Dus ja, dat is mijn Koningsdagklusje voor vandaag. Microfoon even retour, ON3JVB, PA9, Mike Delta Mobiel. Ja, oké, okay. Papa Alpha 9, Mike Delta Mobiel, ON3JVB. Ja,
Ik had me eigenlijk niks beters voorgenomen vandaag om de honden maar te doen dan hier. Valt me niet tegen, moet ik zeggen. Ontzettend veel inmelders. En hij is toch al zeker 3 uur en een kwartier aan de gang. Ontzettend veel inmelders. Ik vind het hartstikke leuk. Ik had dat zeker niet verwacht. Maar leuk dat je ook nog even inmeldt. En succes met de computer van je vader natuurlijk, hè. Dat komt vast in orde, denk ik. PA9, Mike Delta, mobiel, ON3 EVB. Dan Mike nog even retour aan jou. Ja, dankjewel. PA9, Mike Delta, mobiel. We hadden het over onze zijne hoogheid die kan vliegen, maar misschien wel belangrijk eigenlijk, is onze zijne hoogheid ook zendamateur? Volgens mij namelijk niet. Misschien kan Eef daar antwoord op geven. PD3 EEF, PA9 Mike Delta. Oké, ik zal even antwoord geven. Hij is het niet. Hij is geen zendamateur. Nee, is hij niet. Kunnen we wel proberen. Ik zie een uitdaging. Ja, maar hij wil het aan de honden doen. Ik zal in verband met volgend jaar ook de Rijksvoorlichtingsdienst contacteren, zoals Jurgen dat zo mooi zegt, om te kijken of we wat kunnen creëren. Ja, Eef, lijkt me een goed idee. Ik wil toch echt wel iets speciaals gaan doen, hè. Het is dan zijn 50ste verjaardag, dus... En dat de koning geen zendamateur is, dat weet ik, maar hij zal waarschijnlijk wel zijn licentie hebben voor over de luchtvaartband te mogen praten. Tenminste, dat lijkt me handig als je ook in vliegtuigen vliegt. Denk ik dan toch. De RPD zou vast wel meeluisteren op deze koningsroepen. De language proficiency heeft hij natuurlijk. Dat is duidelijk. Maar dat betekent dus ook dat hij zijn zendamateur licentie kan krijgen. Maar die krijgt hij waarschijnlijk, hoor. En dat gun ik hem van harte. Ik vind het helemaal niet erg. Hij doet geen examens. Dat hoef je niet bang voor te zijn. Nee, oké, goed hè. Ik hoorde toevallig volgens mij nog een inmeldend station. De mic even aan het inmeldend station. U call alstublieft. Het is ON3 EVB met de Koningsronde van 2016. Ja, het is Papa Eco 1 november, Sierra Mike weer even. Ja, ik zit te denken, het is overal bekend dat er nou een Koningsronde is. Dus de ROVD zal vast wel mee zitten luisteren hoe er over het Koningshuis gesproken wordt over. Maar hij kan toch gewoon naast Jurgen gaan zitten, dan kan hij zijn eigen koningsronde kan hij volgend jaar leiden. Ja, als Jurgen ernaast zit dan mag dat, hè. Dan mag hij gewoon uitkomen. Dus dat is geen probleem. Nou, dat wordt gezellig, Jurgen, van PD1 HBB. Ja, HBB, hè. Ja, de RVD die zal meeluisteren, daar kunnen we gerust over zijn. Dat denk ik dan ook wel. Maar dat geeft ook niet. Zolang er in ieder geval over het Koningshuis natuurlijk geen negatieve dingen worden gezegd. Maar dan zal ik ook ingrijpen. Dus wat dat betreft zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Hè? Nee. Het is een feest natuurlijk. Hè? En dat moet zo blijven, Haai. Goed. Even kijken. Was er nog iemand die iets te melden had? Dit is ON3 EVB. PD3 EVM, Portabel, Mobiel, Middelburg. Namen is kant. Je voor de presentieluis. Goedemiddag. PD1 heb ik en Portabel Mobiel heb ik ook, alleen de call zelf niet. Kun je nog eens proberen? Papa Delta 3, Juliet, Delta, Mexico. Ja, oké, goeiedag. Papa Delta 3, Juliet, Delta, Mike. Dit is ON3 EVB en de mic even aan u. Ik had er een beetje uit, want ik zit Portabel in de auto. Middelburg op het KRL en iedereen een fijne dag toegewenst van deze kant. Naar deze kant, Jeroen. Oké, bericht vernomen, hè. Het was even moeilijk, maar toch vernomen. Dus succes. Even kijken, was er nog iemand die nog iets wou melden? Het is ON3 EVD. Papa Echo 1, Juliet, India. Klopt het? Nee, India Hotel, India. Oké, Papa Echo 1, India Hotel, India. De mic aan u.
Ik zit niet ver van Amsterdam. En ik kwam daar vroeger wel eens in het hartje Amsterdam centrum, de Jordaan. Er is een cafeetje, Rode Nelis. En koningin Beatrix, de moeder van Alexander, had wel eens de neiging onverwacht dat cafeetje binnen te lopen voor een kop koffie. Er hangen daar nog allerlei dingen en bedankbrieven van het koningshuis aan de muur. Onze vorige minister-president, die is daar ook wel eens naar binnen gelopen. Maar die ging weer voor een biertje aan de bar. Dus ze is wel 4 keer daar geweest. En de laatste keer in 1998, dacht ik. Van Papa Gwen, India Hotel, India. Ja, leuk. Lijkt me grappig als je gewoon in een cafeetje zit en de koningin walt in één keer binnen voor een bakje koffie. Hè? Ik geloof ook dat die mensen daar raar op gekeken hebben. Neem ik toch aan, Papa Echo 1, India Hotel India. Ja, ik heb meerdere keren daar gehoord van de trotse eigenaars natuurlijk. Dat ze dat heel erg leuk vinden, de klanten ook. Hè. Die werden een beetje overdonderd en die hebben er later goed om kunnen lachen. Maar ze vond het zo leuk, ze kwam nog 3 keer terug. Ja, leuk hè. Dat kan in Amsterdam natuurlijk hè. Ja. Het is wel grappig. Weet ik niet dat ze dat zomaar deed hoor. Ja, natuurlijk moet toch ook kunnen hè. En dat is onder het eigen volk begeven natuurlijk hè. Dat hoort er natuurlijk ook wel bij hè. Papa Echo 1 India, Hotel India. Dan maak ik nog even retour naar jou. Ja, oké. Bedankt. Dat je de ronde goed doet. En het loopt allemaal lekker. Genoeg mensen. En ik hou het hierbij. Ik ga weer even verder luisteren. De groeten, Jurgen. Ja, oké, dankjewel. Hè. Ik vind het ook echt wel grappig om te doen eigenlijk. Moet ik eerlijk zeggen. Het begint een beetje zenuwachtig. Een beetje heel veel eigenlijk. In het begin, de eerste uur toch zeker. Dat gaat er nou wel een beetje, het begint er vanaf te geraken. Dus wat dat betreft vind ik het allemaal wel grappig nou. Goed. Daar ga ik nog eens luisteren of er nog inmelders zijn voor de Koningsronde 2016. De 49e verjaardag, de Koningsdag van Willem-Alexander. Zijn verjaardag niet, hè? Dat is het niet vandaag, maar vooruit. Goed, zijn er nog inmelders? ON3 EVB. Inmelders gehoord. Zijn er mensen die nog iets leuks kunnen vertellen dat ze de koning of de koningin ooit eens een keer gezien hebben? Of ooit eens al vaker naar een koningsdag of koninginnedag zijn geweest en daar misschien iets leuks over te vertellen hebben? ON3 EVB die luistert. Luistert wel, maar die hoort niks. Even kijken, misschien nog inmelders via Echolink. Die wil ik dan ook nog even de ruimte geven. Ook niet. Goed, het wordt stil. Even kijken, we zijn natuurlijk ook al 3,5 uur onderweg. Dus ik denk dat de inmelders ook een beetje op gaan raken zo. Ik weet niet. Ik moet zelf ook nog wat boodschapjes gaan doen. Dus even kijken. Ja, om nou zo bruut de ronde te beëindigen, dat vind ik nou ook weer zoiets. Zijn er mensen die nog iets te zeggen hebben? Zo en 3 even mee. Of anders inmelden, mag ook altijd natuurlijk. PE1AEI, mobiel. Wat te zeggen. Papa Echo 1, Radio Mexico, november. PE1RMN. Naam is Joost. Ik denk dat je het... Je geeft het nu zelf ook al aan dat je bijna 3,5 uur... aan het verwerken bent. Ik wou je in ieder geval bedanken... voor deze eerste Koningsdag. En ik hoor wel een punt.
achter jouw verhaal. Hè. Dus ik zou zeggen, sluit het waardig af. En wellicht tot de volgende keer. Van Papa Echo 1 Radio Mexico, November, PE1RMN. En nogmaals bedankt, Jurgen. Ja, oké, papa. 1 november, Sera Mike. Sluit zich eigenlijk helemaal aan bij de vorige spreker. Je hebt het best ook al goed gedaan. Blijf een beetje af en dan vooral op Koningsdag. Goed gedaan, man. Ga lekker een eindje eraan breien. Ga lekker je boodschapjes doen. Je straks lekker eten. Goed gedaan. Fijne middag en avond nog verder van Papa Echo 1 november, Sera Mike. Papa Delta 5, Romeo, Romeo. Op voor de presentielijst en bedankt voor de leider van de ronde. Het was geweldig, Jurgen. Dankjewel. Ja, oké, beste mensen. Bij deze is de punt eigenlijk gezet. Goed, 3,5 uur, dat vind ik toch lang genoeg, moet ik zeggen. Ik heb een beetje droge bek gekregen en ben weer toe aan het sanitaire gebeuren. Goed, ik vond het leuk om te doen. Er gaat volgend jaar ook, als het aan mij ligt, zeker een vervolg aan komen. En ik hoop dan ook dat het dat ik wat meer kan doen. Hè. Met QSL-kaarten en misschien met de Rijksvoorlichtingsdienst iets, of daar iets mee te regelen valt. Ik heb leuke reacties gehad. Ik ga straks de lijst met inmelders nog eventjes in het net opschrijven, zal ik maar zeggen. Ik moet hem ook nog inkloppen, want dan ben ik hier verplicht in België. Dus daar ga ik ook nog wel even mee bezig zijn. Goed, ik vond het leuk dat ik vanmorgen de rode pet in de brievenbus gekregen heb. En ja, ik kom later nog wel retour op de frequentie. Dus waarschijnlijk tot vanavond. En dan, ja, daar ga ik nou op er van tussenuit. Ik luister nog wel even mee natuurlijk. En dan zou ik zeggen, ik denk de allereerste koningsronde die ooit in Nederland gehouden is. Ik denk dat die een feit is. En ja, dankjewel voor iedereen zijn leuke, aardige reacties. En goed, dan zou ik zeggen tot later. ON3JVB, die stopt er een beetje mee. Goed, alle luisteraars heel hartelijk bedankt. En ik laat vanavond nog wel even weten hoeveel inmelders het ongeveer geweest zijn. Goed, ON3JVB, die gaat op de achtergrond. Ja, oké, Jurgen. Bedankt voor het leiden van de ronde. Ja, goed gedaan. En die rode pet, bewaar die maar tot volgend jaar. Dan kun je het volgend jaar gewoon weer overdoen, hè. Oké, Jurgen, ON3JVB van PD1HBB. Ja, Jurgen, dankjewel. Je hebt je wel je woord gehouden, hè. Dat vind ik op zichzelf al bijzonder. Want PD3EEF, en het komt allemaal goed, hè. We gaan volgend jaar wel eens kijken hoe we onze zijnde koninklijke hoogheid kunnen contacten. Hele groeten. Tot later. Papa, hoe is het? Jurgen, bedankt, hè. Super gedaan, man. Helemaal, helemaal terecht. P1HP. Jurgen, dankjewel van PA9, Mike Delta. En ik zou de oranje pet met eer gaan dragen de volgend jaar. Whisky. We hangen er een linkje aan. Wat een onzin. Jurgen, ON3JVB, dankjewel voor het leiden van de ronde. Hartstikke leuk dat je de première had voor de Eerste Koningsdag. En nog een hele fijne avond geweest, in ieder geval van Papa Delta 2 Dingo Kilo. Time is 3:30 p.m. Papa India 2, November Oscar Sierra. Nou, opgehouden, stop het bellen. Ja, zo is het. Ja, halve Belg, Jurgen. Je bent toch weer mooi geflikt. PA 5 ROB. Complimenten. Papa, wie ging je in? Ja, Jurgen, bedankt voor het leiden van de ronde. Geweldig gedaan, jongen. Complimenten. Papa Delta 5, Romeo Kilo Delta, Portable vanuit Efteling.
Ja, jongens, allemaal dankjewel voor de complimenten. Ik ga er echt eventjes ertussen. Ik moet even nog wat boodschapjes doen en dan ben ik later ben ik weer retour deze dag. Goed, in ieder geval, iedereen bedankt voor het luisteren. Van Papa Delta 1, altijd braaf Russie. Ja, oké. Ik zag net op tijd Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky via Echolink. Ja, dat klopt, hè. Volgende week weer deze ronde? Nee. Volgend jaar pas, hè. Nog een paar dagjes geduld. Het gaat ietsjes langer duren. Goed. Zoals ik zeg, ik ga mijn eigenaar even uitmelden. Ik ga wat boodschapjes halen. En later vandaag ben ik wel weer terug, hè. Dus op deze repeater. Mensen, iedereen die geluisterd hebt, zijn eigen ingemeld hebt, mag ik jullie allemaal bedanken. Ik vond het toch echt wel leuk om te doen. Maar ik ben maar alleen met de ronde, helaas. En 3,5 uur, dat is eventjes wel een zit. Maar vooruit, de langste die ik ooit gemaakt heb waarschijnlijk. Maar goed, mensen, iedereen bedankt. En tot later. Dit is ON3JVB. Je gaat me luisteren en aansluitend sluit ik. 3JVB, iedereen bedankt. En hiep hiep hoera voor de koning. En ook tijd voor een oranje bitter in je trappist. 73 van PD2 Foxel Delta. Hier ben ik ook afstembaar gaan maken met zijn Arduino. Ja, de persoon die iets over de Arduino, geloof ik, in zijn QSO aan het vertellen was, dat kwam er echt gewoon 95% totaal niet overheen, hè. Probeer iets met de antennepositie te doen, anders een klein beetje meer power maken, dan wellicht dat het wat beter gaat. PE1 Hermen.